Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom in De Balie. Mijn naam is Juri Alberg, ik ben directeur van De Balie en ik ben vanavond ook gespreksleider. Het is een bijzondere avond. We deden gisteravond deze avond in de basis in Doorn met louter militairen in het publiek, ex-militaire veteranen. Het was een mooie avond, een bijzondere avond. Vanavond een ander publiek, namelijk meer een Amsterdamse publiek, hoewel er ook een aantal veteranen hier vanavond zijn. Hartelijk welkom, ook aan jullie. En, we hebben, net zoals gisteren, we lezen stukken van twee stukken van Sophocles. Eentje stukken uit Ajax en stukken uit Philoctetes. Dat doen vier acteurs, vier van de beste acteurs die we konden vinden. Khaldoun Alexander Elmecky, Lotje van Lunteren, Jochum ten Haaf en Yorick Zwart. Casting is gedaan door Hans Kemna. En de teksten die u hoort zijn uit het Grieks vertaald door Bryan Doerries, zelf vertaald. En zijn vervolgens in het Nederlands vertaald door Vera Hoogstad, die hier ook ergens is vanavond. Het is een prachtige tekst. Het is een letterlijke vertaling van de Grieken, maar het is wel een hele mooie vertaling. En dit is allemaal tot stand gekomen gisteren en vandaag met steun van het Veefonds. Maar het is voornamelijk tot stand gekomen door Bryan Doerries. Who'd like to introduce to you here. The night is going to be in Dutch, but we're going to do a little bit in English. Please, Bryan, come along. Bryan is a director and a director from Theatre of War. I came across his work 2 years ago in Brooklyn when I visited the BAM in Brooklyn, a very interesting theatre complex in Brooklyn, where they have done a lot with your work. And you've been on the road, I have to say, with this project as a student of classic antiquity. And as a theatre maker for over a decade, and this is the 426th. 426, yeah. And you sort of made this method we're going to do tonight as well, which is sort of a reenactment of what the Greeks did, isn't it? I think so. I mean, it seems very simple what we do, but over the years we've done this for 10 years. Close to 700 performances now across 22 projects that all address pressing public health and social justice issues through live performances that are aimed at lighting fires in audiences and engaging them in powerful dialogue across many different perspectives. I think that's what the Greeks were doing, because the word amphitheater in Greek, the etymology is I see you, you see me. That's why we keep the lights on and on the audience, and the actors can see you and you can see them. And of course, these ancient plays that we're performing tonight were written by a general named Sophocles, which Yuri will talk about, and performed in their own time for as many as 17,000 citizen soldiers in a century in which the Athenians saw nearly 80 years of war. So it comes as no coincidence that they speak to themes that those who've been to war or cared for those who've been to war intrinsically understand. So the idea behind theater of war, of course, in the ancient world, a guy like Yuri or me didn't pop out and facilitate a conversation after the performance. But the agora, the very place where people would have conversation, was just across the street from the ancient theater of Dionysus. For those of you who've been to Athens, I'm sure many of you have. So I think, you know, this question of how a democracy comes together to engage not just about questions of the cost of war, the human cost of war, and foreign policy and leadership and politics, but also how it communally comes together as a democracy in reverence for what has been lost and also for what has been gained. And so that's the idea behind, I think, what the Greeks were up to, and it's what we've harnessed. So when we performed for the first time, it was for 400 Marines in a Hyatt Hotel ballroom in San Diego. They'd gone to a conference where they had a choice between going to a baseball game or ancient Greek theater. And out of 700, we got 400 of the Marines to show up, because we had some famous actors. And this pitch, that this would speak to their values. We did the performance that you're going to hear tonight, done so beautifully by these four actors. And then we scheduled a discussion for 45 minutes. And the discussion lasted 3.5 hours. And people stood up and they quoted lines from the plays as if they'd known the plays their entire lives. And of course, they had known the plays, even though many had never even heard of Sophocles, because they'd lived the experience the plays described. And so that became a core value for us as a company. And if rather than a method, it's really for us just a value. The audience knows more than we do. And when we acknowledge that in a space, something new is possible. that wasn't possible before in a cultural space. So briefly, over the last 10 years, we performed everywhere from the Pentagon to homeless shelters, Japan, Germany, the Middle East, Gitmo. We performed for the highest ranking generals in the American military. We performed at the Guggenheim Museum, at Lincoln Center, at the South Bank Center in London. We perform now tonight at De Balie, and we're really delighted to be here performing for the first time in Dutch here in the Netherlands. It's a real honor. We're really looking forward to hearing what you have to say after the discussion tonight. I'll turn things back over to you. Thank you, Brian. Brian, no, thank you. And first we're gonna hear the reading, then we're going to have four people connected to the military take their places, react from their guts from the first time, vers van de lever, ik ga door in het Nederlands. En dan gaan we graag ook met u praten. We beginnen met een stuk uit Ajax. Ajax is... Het is een stuk inderdaad van Sophocles. Sophocles, moet u zich voorstellen, is de tweede toneelschrijver ter wereld. De eerste is Aeschylus, de tweede is Sophocles. Sophocles schreef voor de Atheners, was een Atheense generaal. Zelf een generaal, dus hij schrijft over dingen die hij heel goed kent. Dit werd uitgevoerd in Athene, in het amfitheater, terwijl alle Atheners daarbij waren. Tenminste, alle Atheners die burger waren. En alle Atheners die burger waren, waren soldaat. Die kochten hun eigen wapenrusting en waren hoplietssoldaat in de eeuw waarin Aeschylus, Sophocles en Euripides hun stukken schreven, zagen de Atheners dus in 100 jaar, 80 jaar actieve oorlog. Dus iedere man in het publiek wist precies waar dit over ging. Wist precies wat dit was, want had zelf in de phalanx met hun gevochten bij Marathon of bij andere veldslagen die nog altijd bekend zijn. Dit is een stuk uit Ajax, wat we gaan lezen. Ajax is de grootste held van, tenminste is een van de grootste helden van de Trojaanse oorlog, bekend van de Ilias. Dit stuk speelt zich af op het moment dat de Grieken 9 jaar voor Troje liggen. Ze zijn 9 jaar in oorlog, ze zijn niet thuis geweest. Het is zeg maar een deployment van 9 jaar geweest. En ze hebben veel gevochten, er zijn veel van de Griekse helden al lang gesneuveld. Maar kort geleden is de grote held Achilles gesneuveld, de allergrootste held van het leger. En ze hadden gedacht dat hij niet zou sneuvelen. Ze hadden gedacht dat hij nooit zou sneuvelen, want dat hij onoverwinnelijk was. Zijn moeder had hem toch in de bron gedoopt en daarmee was hij onoverwinnelijk geworden. Maar ze had zijn hiel vastgehouden en die hiel, daar was hij kwetsbaar, die Achilleshiel. En Apollo helpt de Trojanen om een pijl in de hiel te schieten en Achilles sterft. En dat was een ongelooflijke klap voor het Griekse leger. Ze lagen er al 9 jaren en nou dit. Hun allergrootste held is dood. De grote Ajax, de sterkste man van het leger, niet de grootste held, maar wel de sterkste man van het leger, krijgt het voor elkaar om het lichaam van zijn grote vriend en strijdmakker Achilles van de Trojanen los te wrikken, het over zijn schouder te gooien en mee te nemen naar het tentenkamp bij de schepen liggen aan de zee. Hij is niet alleen zijn grootste strijdmakker, hij is ook zijn neef. En Ajax, die door de Grieken het schild genoemd wordt, omdat hij overal in de voorste gelederen streed. Hij en zijn manschappen waren degene die altijd in de voorste gelederen zorgden dat het leger van de Grieken gedekt was. Ajax die vindt dat hij na 9 jaar dienst zijn grote strijdmakker en vriend uit het vuur van de fog of war heeft meegenomen. Hij vindt dat hij de wapenrusting van Achilles mag hebben. En je moet je voorstellen, in de antieke wereld is het krijgen van een wapenrusting van je strijdmakker is de grootste eer eigenlijk die je kan overkomen als strijder. Dus hij vindt dat hij daar recht op heeft en dat vindt eigenlijk ook wel zijn hele volk. Het volk wat hij meegenomen heeft van Salamis op de holle schepen, die vinden dat ook en het Griekse leger vindt dat ook. Maar, zoals het gaat met dit soort dingen, in legers en op andere plekken, het wordt politiek. Dus niet de grootste held, de grootste strijder krijgt het, maar er wordt een wedstrijd georganiseerd door de generaals, door de Atriden, de gebroeders Agamemnon en Menelaos. Die doen een wedstrijd waar onder andere een 5-kamp in zit, maar ook het redenvoeren. Nou kan Ajax eigenlijk alles, maar hij kan niet spreken. Hij is geen groot spreker. Dus als hij een reden houdt voor de troepen van de Grieken, dan gaat hij af. Hij gaat gewoon af. Hij doet het niet goed en hij moet opzij stappen. En de volgende die op het spreekgestoelte stapt, is Odysseus. En Odysseus is de beste spreker van het leger. Dushuis is de man die zeg maar een inlichtingenofficier die achteruit de achterhoede de troepen kan bewegen. Zo vindt hij zijn veldslagen, maar niet voor in de voorste gelederen. En Odysseus overtuigt de Grieken dat hij de wapenrusting moet krijgen, dat die hem toekomt. En dat is voor Ajax natuurlijk wel een afschuwelijke verschrikking. 9 jaar oorlog, altijd vooraan, de meest eervolle van de Grieken. En dan gaat Odysseus er met de wapenrusting vandoor. De wapenrusting die gesmeed is door de god Hephaistos. De wapenrusting die door de moeder van Achilles besteld is bij de god Hephaistos, Thetis, de nimf uit de diepte. En die de grootste held heeft gehad. En hij gaat naar zijn tent. Hij vindt het, hij blinde razernij, woede. Hij gaat naar zijn tent. En hij blijft in zijn tent en hij loopt op en neer. Heen en weer, tot middernacht. En tegen middernacht pakt hij zijn zwaard. Hij stapt de tent uit. Zijn vrouw vraagt waar hij heen gaat. Dat zegt hij niet. Hij vertrekt. En hij gaat naar de tenten waar de Atriden slapen, waar de generaals slapen en waar dus hij slaapt. En hij treedt binnen en hij heft het zwaard omhoog en hij wil ze vermoorden. Op dat moment komt Athene de tent binnen. Athene, de godin van de krijgers, de godin van de rechtvaardigheid, de godin van de wijsheid. En die komt binnen en die omhult zijn ogen en zijn geestesgesteldheid en voert hem naar buiten. En duwt hem tussen een kudde schapen, geiten, koeien. En Ajax die komt iets bij daar en die vraagt zich wat hij daar doet. En die weet niet precies wat hij daar doet. En die begint in te hakken op die schapen en die geiten. De koppen gaan eraf, het bloed spuit eruit. En hij neemt er een paar mee naar zijn tent. En hij denkt dat hij Menelaos en Agamemnon en Odysseus heeft. En hij stopt ze in zijn tent. En hij martelt ze. En hij heeft plezier aan het martelen van die beesten. Hij denkt dat het de generaals zijn. En zijn vrouw en zijn kinderen zien dat. Die zijn erbij, tenminste zijn zoontje. Een zoontje van 3. Zijn vrouw. En het wordt ochtend. En dit stuk begint op het moment dat de zon opgaat en bij zonsopgang denken de troepen van Salamis, de troepen van het eiland Salamis, de troepen van Ajax, die denken, we gaan er vandoor. Onze hoofdman, onze koning, onze held is vernederd. We trekken de balken onder de schepen weg, we gaan de schepen in, we gaan de stranden af en we vertrekken na 9 jaar oorlog. De allergrootste afgang natuurlijk die je als soldaat kan overkomen. En ze staan dat te bespreken bij de schepen. En op dat moment komt de vrouw van Ajax, Tecmessa, naar buiten uit de tent, uit de bloedige tent. En ze rent naar de schepen. En ze smeekt de makkers, de strijdmakkers van Ajax, om terug te komen, terug de tent in en te zorgen dat Ajax niet zichzelf of anderen iets aandoet als hij bijkomt uit zijn waanzin. Op dat moment beginnen we. Oh, jullie zout der aarde, jullie zeeleedlieden die Ajax dienen. Wie geeft om het huis van Telamon zal weldra kermen. Want onze machtige held zit geveld door shellshock in zijn tent. Ogen glazig, starend in de vergetelheid. Zijn verre blik verdwijnt in het niets. Welke rampspoed bezocht hem in de nacht om bij de ochtend zijn geluk te keren? Vertel het ons, Tecmessa, buitgemaakte bruid, want niemand staat dichter bij Ajax dan jij. Dus jij kan spreken als iemand met kennis van zaken. Hoe kan ik iets zeggen dat nooit zou moeten worden uitgesproken? Jullie zouden nog liever sterven dan horen wat ik hier te zeggen heb. Een goddelijke waanzin vergiftigde zijn geest, besmeurde zijn naam in de nacht. Ons huis is een slachthuis. Bezaaid met koeienkarkassen en geiten in dik stromend bloed. Kelen doorgesneden, van hoorn tot hoorn, door zijn hand. Duistere tekens van wat gaat komen. Dus het is waar wat ze zeggen over die heetgebakerde man. Het gerucht galmt luider en luider bij iedere Griek die het vertelt. Ik vrees voor wat er aan de horizon ligt. Hij zal sterven als hij om zich heen kijkt en ziet wat hij heeft aangericht. Want met zijn donker zwaard en met de hand van waanzin heeft hij de kuddes en herders in stukken gehakt. Daarheen, daar sleepte hij hen heen. Met touw touwen gekneveld. Sommigen bracht hij binnen ter dood, dwong hen naar de grond. De rest scheurde hij aan stukken, woest klauwend, in hun flanken met zijn vingers. Met één snelle houw hakte hij de kop van een witvoetige ram. Liet hij vallen op de vloer, greep toen een volgende. Bij de strot bond hem vast, rukte zijn tong eruit. Sloeg hem toen bruut met zijn zweep. Tot er niks meer voor de zweepslagen over was. En constant spuwde die vuige woorden die afkomstig geweest moeten zijn van een god. Het is nu tijd om onze gezichten te verhullen en zo ver te vluchten als we kunnen. Of ons in te schepen en zo ver te roeien tot waar de oceaan het ons wil toestaan. Opgejaagd door scherpe woorden en harde stenen, geworpen door de generaals en hun mannen, moeten wij aan zijn lot zien te ontkomen. Hij is weer bij zinnen gekomen. En zoals een warme bries altijd op de laatste bliksem volgt, zo is zijn razernij nu weggevaagd om enkel verse wonden bloot te leggen. Want er is niets ergers voor een man dan een verdorven misdaad te ontdekken waarvan diezelfde daden... Als de furie hem verlaten heeft, zal hij zich gauw beter voelen, want de bron van zijn lijden is verdwenen. Zeg me, de keus gegeven. Wat zou jullie voorkeur zijn? Gelukkig zijn terwijl je vrienden pijn lijden of delen in hun leed. Tweemaal de pijn is tweemaal zo erg. Dan zullen wij ziek worden terwijl hij herstelt. Wat bedoel je? Ik volg de logica van je woorden niet. In zijn waanzin beleefde hij plezier aan het kwaad dat bezit van hem nam. Terwijl het ons kwelde, die in zijn buurt waren. Maar nu de koorts geweken is, is al zijn plezier in pijn veranderd. En zijn wij nog net zo gepijnigd als hiervoor. Tweemaal de pijn is tweemaal verdriet. Ik ben bang dat een god hem getroffen heeft, want zijn onrust groeit naarmate zijn verstand terugkeert. Het is waar, maar nog altijd moeilijk te begrijpen. Hoe kreeg de waanzin hem voor het eerst in zijn greep? Vertel het ons. Wij blijven hier en zullen delen in de pijn. Nu jullie pijn de mijne is, zal ik ook dit met jullie delen. In het holst van de nacht, toen er geen lamp meer brandde, vond Ajax zijn zwaard en bewoog richting deur. Natuurlijk protesteerde ik. Waar gaat u heen? Er is geen bode geweest om hulp te vragen. Alle soldaten slapen. Alsjeblieft, kom terug in bed. Hij keerde zich naar mij om en sprak ferm. Vrouw, stilte siert een vrouw. Ik heb hem dat eerder horen zeggen. En ik weet wat het betekent. Dus ik vroeg niet verder en hij ging weg zonder een woord te zeggen. Wat er toen precies gebeurde kan ik niet zeggen, maar al snel keerde hij terug. Stieren en schapen met zich meeslepend, vastgebonden met touwen, zo verging het sommigen. Hij snoeide hun kop eraf, sneed kelen door, knakte ruggenwervels. Anderen martelden die alsof het mensen waren. En uiteindelijk rende hij naar buiten en sprak tegen iemand in de schaduw, vervloekte de generaals en Odysseus, opscheppend, lachend over zoete wraak. En al snel kwam hij terug naar de tent en langzaam kwam hij weer bij zinnen. En toen hij tenslotte zag wat hij had aangericht, het bloedbad in zich opnam, sloeg hij zich tegen het hoofd, gromde als een stier, dook op de lichamen en wentelde zich in hun bloed, klauwend naar zijn gezicht, trekkend aan zijn haar. Hij zat lange tijd in stilte, wiegend op de grond. Maar toen wilde hij weten wat er was gebeurd en hij dreigde mij kwaad te doen als ik hem niet alles vertelde wat ik wist. Ik vreesde voor mijn leven en kwam vlug voor de dag met het wrange verhaal. Hij begon lage geluiden te maken. Van het soort waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze hem zou horen maken. Want hij vertelde zijn mannen altijd dat huilen voor vrouwen en lafaards was. Moe van alle tranen rust hij nu uit in zijn puinhoop, vreemd zwijgend. Hij weigert voedsel en water. Hij is iets verschrikkelijks van plan. Ik hoor het aan zijn stem. Daarom ben ik naar jullie gekomen. Ga naar binnen! Zie wat je kan doen. Mannen luisteren vaak naar vrienden. Verschrikkelijk. Is het kwaad waarvan je sprak dat hem krankzinnig maakt? Ja! Ik ben bang dat die dingen gauw erger zullen worden. Hoorden jullie die lage grom door Ajax keel naar boven rollen? Of hij is ziek, of hij wordt ziek gemaakt door de gedachte aan zijn kwelling. Mijn jongen! Breng me mijn jongen! Nee, waar is die? Hij wil zijn jongen zien. Een riesakes. Troikros. Waar is Troikros? Altijd op strooptocht. Ik ga dood hier binnen. Hij is nooit in de buurt als ik hem het hardste nodig heb. Dat is de stem van een man bij zijn verstand. Open de deur! Misschien wordt hij weer zichzelf. Overmand door schaamte als hij bekende gezichten ziet. Zo, ze zijn open. Nu kunnen jullie hem zien, zoals hij is. Jullie, Zela, jullie trouwe vrienden, jullie waren er voor mij in de moeilijkste tijden. Zien jullie deze golf van vernietiging vol brokken, vlees en ingewanden rondgesmeten in deze ruimte? Helaas, je had gelijk. Jullie! Taal ontwricht. Vaardige Zela, die samen met mij de open zee trotseerde op weg naar onze vijanden. Jullie zijn de enigen die mij nu kunnen helpen. Snij mij de keel door, hier en nu. Voeg mij bij deze stapel. Beëindig mijn lijden. Hij zegt niet zulke dingen. We moeten kwaad niet met kwaad genezen. Als we dat proberen, zal de pijn alleen maar erger worden dan het leed dat je nu door deze kwelling voelt. Zien jullie wat ik heb gedaan? Ik was de dapperste in ieder gevecht, verloor nooit mijn verstand. En nu heb ik deze onschuldige boerderijdieren met eigen hand gedood. Wat een grap. Wat een grap is nu mijn leven, mijn reputatie, mijn eergevoel. Heer Ajax, ik smeek u niet op die manier te spreken. Waarom laten jullie mij niet alleen? Waarom gaan jullie niet weg? Ah! Op mijn knieën, alstublieft. Kom tot inkeer. Gebruik uw verstand. Ik was degene die zijn vijanden liet ontglippen en zich tegen stieren en witte geiten keerde om hun zwarte bloed te vergieten in de nacht. Wat gedaan is, is gedaan, heer. Gedane zaken nemen geen keer. Jij gladde huichelaar. Jij laffe vosachterbakse, arrogante Odysseus. Ik hoor je luide lach schetteren in mijn schedel. Je bespot mij om deze vergissing. De goden schrijven voor wanneer men lacht en huilt. Kon ik hem maar in de ogen kijken. Ook al ben ik verloren. Slik uw trotse woorden in, heer. Ziet u niet in welk drijfzand wij ons nu bevinden? Zeus! Vader van mijn voorvaderen, laat mij dat geslepen sujet doden. De man die ik haatte, samen met de broederkoningen. En laat mij dan sterven. Bid dan ook voor mijn dood. Ik leef niet verder als u gestorven bent. Duisternis. Mijn licht, zwarte afgrond, neem mij op zodat ik in vergetelheid kan leven. Want ik ben het niet langer waard om te leven onder mensen of goden. Athena, godin met grijze ogen, dochter van Zeus, zal mij kwellen tot ik sterf. Nergens kan ik heen gaan, geen ontkomen aan. Mijn glorie sterft op deze stapel beesten. Ik heb een nederlaag geleden onder mijn eigen waanideeën. Het is pijnlijk om een sterk man zulke zwakke woorden te horen zeggen. Jullie opwellende zeestraten, met brullende golven. Jullie grotten, jullie bossen langs de kust. Vele jaren hielden jullie mij hier in Troje vast. Niet meer. Niet meer, wanneer ik mijn longen niet meer vul met lucht. Ik spreek tot wie dit begrijpt. U, rivierstromen van Scamander, doder der Grieken, u zal mijn gezicht niet meer in uw wateren zien. Ik zal het ronduit zeggen. Het gezicht van de beste strijder ooit gezien in Troje. Hij kwam uit Griekenland en ligt nu hier zwelgend in de drek, van al zijn eer beroofd. Het is niet aan mij om te zeggen of u terughoudend moet zijn of op dit pad moet doorgaan, gezien de duistere dingen die u hebt gezien. Ajax. Ajax, mijn naam is een triest lied. Wie had ooit gedacht dat het een geluid zou worden dat een man maakt in vertwijfeling? Ajax. Na Troje reed mijn vader Telemon in een zegentocht naar huis. In dit land verkreeg hij naam en faam, ontving rijkelijk lof van het leger. Maar nu sta ik, de zoon, op de plaats waar ooit mijn vader stond, met even zoveel troepen als triomf. Maar mijn lichaam zal op vreemde bodem rotten, onteerd door de ogen van de medesoldaten. Dit is wat ik weet. Als Achilles nog geleefd had en besloten had een wedstrijd om zijn wapens uit te schrijven, om ze aan de beste strijder uit te reiken, dan zouden ze uiteindelijk de mijne geweest zijn. Maar de generaals gaven die wapens aan een man zonder moraal. Alle keren negerend dat ik mijn leven riskeerde om hen tegen onze vijanden te verdedigen. En als mijn geest en ogen niet verwrongen waren door een ziekte die mij van mijn doelwit hield, zouden de generaals en Odysseus niet meer hebben geleefd om hun stemmen uit te brengen. Laat staan om het ochtendgloren nog te zien. Maar de meedogenloze dochter van Zeus met het boze oog infecteerde mij met waanzin toen ik aan hun bedden stond. En dus bevuilde ik mijn handen met het bloed van runderen. De mannen die ik zocht zijn ternauwernood ontsnapt, zij lachen nu om mij. Buiten mijn schuld om, want dankzij een god zijn de zwakken de sterken ontglipt. En wat moet ik nou doen? De goden haten me, de Grieken walgen van me en de Trojanen verachten me. Misschien moet ik koers zetten naar huis, over de open zee. Schepen en manschappen achterlatend. En ook de zonen van Atreus. Maar wat zal ik dan tegen mijn vader zeggen? Telemon, als hij mijn gezicht ziet. Hoe kan hij mij ooit nog recht in de ogen kijken als ik hem vertel hoe ik de familienaam, waarvoor hij zo hard heeft gevochten, te schande heb gemaakt? Dat zal zijn hart breken, dat lijdt geen twijfel. Moet ik Troje's muren beklimmen en het leger zelf trotseren en hen laten zien waar ik toe in staat ben en dan sterven? Nee. Nee. Dat zou de generaals alleen maar deugd doen. Ik moet een daad stellen die alle twijfel uit mijn vaders gedachten band, dat zijn zoon ooit als een lafaard door het leven ging. Een man die lijdt zonder einde in zicht, die geen vreugde in zijn leven vindt en dag in dag uit wenst om te sterven, die hoort niet al zijn jaren uit te zitten. Het is meelijwekkend als mensen vasthouden aan valse hoop. Een nobel mens moet eerbaar leven of eervol sterven. Dat is wat ik te zeggen heb. Niemand zal ooit claimen dat wat u zojuist gezegd heeft door iemand anders uitgesproken werd dan door uw Ajax. Uw woorden zijn een spiegel van uw hart en ziel. Maar laat nu even uw gedachten voor wat ze zijn en luister naar wat zij die van u houden. Heer Ajax, er is niets ergers voor een mens op deze aarde dan de onvermijdelijkheid van het lot. Ik kwam uit een welvarende familie. Mijn vader was de rijkste man van Frigië. Nu ben ik een slaaf. De goden wensten dat u mij met uw kracht zou winnen. En ik heb mijn lot geaccepteerd, het delen van uw bed. En met de tijd ben ik veel van u gaan houden. En dus bid ik u bij ons huis en bij het bed dat we delen. Laat mij niet lijden onder de handen van uw vijanden. Lever mij niet uit aan de mannen die u haat. Want op de dag dat u sterft, nog geen uur na uw dood, zullen uw zoon en ik met geweld worden opgepakt door de Grieken en behandeld als slaven. Een van mijn nieuwe meesters zal me bespotten en zeggen: kijk, dat is de vrouw, de minnares van Ajax, de sterkste krijger van het hele leger. Kunnen jullie geloven dat de mensen ooit jaloers op haar waren? Ze is nu niets meer dan een ordinaire slavin. Dat zullen ze zeggen, en erger nog. En de pijn zal mijn lot zijn en de schaamte die dat meebrengt zal uw familie bezoedelen. Denk aan uw vader, die u aan het lot van de ouderdom zult overlaten, en aan uw oude moeder, die alle dagen bidt dat u ooit levend terug zult keren. En uw zoon. Uw zoon, kunt u zich voorstellen hoe moeilijk uw dood voor hem zal zijn? Opgroeien zonder vader, zonder eten op tafel, leven met mannen die hem haten, omdat hij uw zoon is. Ik kan nergens anders heen. Ik kan bij niemand terecht. Mijn ouders zijn overleden. U hebt mijn vaderland vernietigd. U bent nu mijn vaderland. Mijn haven. Mijn leven, niets doet ertoe behalve u. Ik vraag u alle mooie tijden die wij samen deelden in herinnering te brengen. En mij te behandelen met een goed hart. Een nobel mens herinnert zich altijd wie hem vreugde verschaffen en beschermt hen tegen gevaar. Ik hoop dat u compassie toont voor deze vrouw en haar woorden net zo welkom heet als wij. Ik zal haar welkom heten als zij heeft gedaan wat haar verteld is. Mijn dierbare Ajax, ik zal altijd doen zoals u het mij vertelt. Breng me dan mijn jongen, zodat ik hem kan zien. Vergeef me, heer, ik verborg hem uit de angst. Was je bang dat hij zijn vader onder het bloed zou zien? Ik was bang dat hij om het leven zou komen als u hem onder ogen kreeg. Je hebt waarschijnlijk gelijk, gezien de staat waarin ik was. Ik heb mijn best gedaan hem buiten schot te houden. Daar heb je goed aan gedaan. Je hebt groot inzicht getoond. Lieve Ajax, wat kan ik doen om dingen beter te maken tussen ons? Laat me bij mijn jongen. Hij wordt hier in de buurt bewaakt. Waarom moet ik op hem wachten? Kom maar met mij mee, heer Ajax. Kom. Ik zal u laten zien waar hij zich verbergt. Ik kreeg zoveel heimwee. Al die maanden gelegerd aan de rand van Troje. Afgepeigerd door de kwellingen van de tijd. Wachtend op de dood om voet te kunnen zetten op het zwarte gruis van Hadeskust. En nu moet ik zorg dragen voor de ongeneeslijke Ajax. Zijn geest aangetast door goddelijke waanzin. Hij verontrust zijn vrienden, verzonken in gedachten. Want we zien dat zijn meest heldhaftige daden hem door de vingers glippen. Enkel om vergeten te worden uit de geschiedenis, gewist door de generaals. De zieke die zijn leven als een lijdensweg eindeloos voortsleept, is beter af als hij kan rusten in de Hades. Het raadsel van de tijd ontsluiert alles en verbergt het. Duisternis wordt licht, licht wordt duisternis. Niets ligt buiten zijn bereik. Vloeken geuit, in wilde woede worden herroepen, een ijzeren wil gebogen. En zelfs ik, ook al stond ik zojuist nog onbewogen, ben nu geroerd door de woorden van deze vrouw. Ik wil haar niet als weduwe achterlaten of mijn jongen voor de voeten van mijn vijanden werpen. Ik zal deze smetten van mij afschroppen met het zout van de moerassen bij de zee en mij zuiveren van de woede van de godin. En dan zal ik in onontgonnen grond dit zwaard begraven. Afgrijselijk wapen. Opdat niemand het ooit nog zal zien, opgeslokt door schaduwen, verborgen in de Hades. Het was een geschenk van mijn ergste vijand, Hector. Het gezegde is waar, geschenken van vijanden zijn nooit geschenken. En gaandeweg zal ik mij aan de goden overgeven en leren gehoorzamen aan de generaals. Zij zijn mijn meerdere. En als soldaat hoor ik hun bevelen op te volgen. Ga naar binnen, vrouw. En bid tot de goden dat ik in vervulling zal brengen wat mijn hart mij ingeeft te doen. En bid met haar mee, vrienden. En als Stoikos opkomt dagen, geef hem dan deze orders. Dat hij mijn lot ter harte neemt en trouw aan jullie blijft. Ik ga de weg in die ik mij voorgenomen heb. Doe wat ik heb gevraagd, dan zullen jullie zien dat hoe ongelukkig ik vandaag ook was, ik nu gered ben. En Ajax die sluipt weg uit de tenten. Hij sluipt naar de duinen. De schepen liggen bij de zee. Hij gaat... zoekt een duinpan op, een zoutpan, en boven op het zand van de duinen, daar staat hij. En in plaats van dat hij het zwaard van Hector begraaft, zoals hij net gezegd heeft dat hij zou doen, zet hij het zwaard recht overeind in het zand. De zon komt op, de zon schittert in het lemmet van het zwaard. En we komen terug bij de scène op het moment dat Ajax zich afvraagt tegenover het zwaard wat hij zal doen. Zo staat de moordenaar in de beste positie, in vijandelijke grond. Een geschenk van Hector, mijn aartsvijand, pas nog geslepen op een ijzerslijpsteen en nu stevig in de aarde geplant, opdat het mij een vlugge en simpele dood zal bezorgen. Alles gereed. Ik roep Zeus aan, vader van mijn vader, om enkel dit te vragen, dat het nieuws van mijn dood aan Teukros wordt bezorgd, om te zorgen dat hij mij als eerste treft in mijn bebloede staat, gevallen op dit scherpe zwaard. En om te zorgen dat ik niet door vijanden ontdekt word, die mijn lijf aan de gieren en de honden zullen voeren. Dat is alles wat ik vraag. Ik roep Hermes aan, begeleider van de doden, die de zielen naar de onderwereld brengt, om dit zwaard de weg te wijzen als ze doordringt in mijn ribbenkast, opdat het mij in het hart zal treffen en mijn leven direct zal beëindigen, zodat mij na de val alle pijn bespaard zal blijven. En ik roep de wraakgodinnen aan. Duivelinnen met ranke scheden die mensen wreken en toezien op hun eindeloze lijden. Wees getuige van hoe de generaals mij de dood indrijven. Oefen uw blik op deze schoften. Grijp ze met uw klauwen en laat hen de dood vinden door hun eigen vlees en bloed, zoals ik zelf de dood vind door mijn eigen hand. Het is voedigtijd. Vergrijp u aan de generaals en aan hun mannen. Daal meedogenloos neer op dit leger. Verslind het met huid en haar en spaar geen enkele soldaat. En ik roep u aan, Helios, die met vlammende strijdwagen de hemel doorklieft. Houd uw teugels in wanneer u door mijn thuisland komt. Houd halt om mijn dood aan mijn arme vader te verkondigen en aan de arme vrouw die mij als kind heeft gezoogd. Het lijdt geen twijfel dat als zij dit nieuws hoort haar jammerklachten door de heuvels zullen galmen. Niet meer over tranen spreken, het is tijd. Dood. O dood, kom nu en bezoek mij. Maar ik zal het daglicht missen en de gewijde aarde van Salamis, waar ik speelde als kind, en het formidabele Athene en al mijn vrienden. En ik roep u aan. Bronnen en rivieren, velden en vlaktes waaraan ik mij heb mogen laven in deze lange Trojaanse jaren. Dit zijn de laatste woorden die jullie van Ajax zullen horen. De rest zal ik vertellen aan wie het in de onderwereld horen wil. Uit het bos. Verloren. Verloren. Ik zie de krijgsgevangen vrouw overmand door verdriet. Het is voorbij, vrienden. Alles is verloren. Wat is er gebeurd? Ajax. Zojuist gestorven aan zijn zwaard geregen. Nu is er geen hoop op thuiskomst meer. Met zijn dood heeft hij ons omgebracht. Bij aankomst zijn we heen gegaan. We keren terug in lijkzakken. Arme vrouw. Hij is dood. Door wie is hij geveld? Hij deed het zelf. Zie hoe het zwaard uit de aarde steekt. Hoe kon ik zo blind zijn? Zo doof voor uw kreten, terwijl het rode bloed uit een holte in uw borstkas vloeide. Waar is hij? Waar is de onbuigzame Ajax, wiens naam nu een treurig lied is? Hij mag niet gezien worden. Ik zal zijn lichaam met deze witte doek bedekken. Niemand die van hem hield zou kunnen aanzien hoe het zwarte bloed uit zijn neusgaten druipt en de diepe wond die hij zichzelf toebracht. Een gapend gat in het midden van zijn borstkas. Wat moet ik nou doen? Wie van jullie tilt hem op? Waar sta ik los? Waar is... Hij zou hier nu moeten zijn! Hij zou moeten zijn om te helpen het lichaam voor te bereiden op een gepaste begrafenis. Wij hebben niet veel tijd. Oh. Ajax. Dit is niet hoe je hoort te sterven. Niet jij. Zelfs je vijanden zullen huilen als ze je zo zien. De doortrapte Heer drijft nu de spot met ons leed. Hij lacht ons uit, samen met de generaals. Laat hen lachen. Laat ze lachen. Allemaal. Lang zullen ze niet lachen als zijn schild hen ontbeert in de strijd. Schurken schatten rechtschapen mensen zoals Ajax pas op waarde na hun dood. Zijn dood is voor mij zo bitter als die zoet is voor hen en welkom voor hemzelf. Hij heeft het zo gewild. Ze kunnen dit niet als overwinning claimen, want een god benam hem het leven, niet zij. Laat Odysseus maar zijn naam vervloeken en met akelige woorden strooien. Ajax zal het niet meer horen. Hij is dood. Is nu ver van hier. Hij hoort nog hun schaterlachen, nog mijn jammerklachten. Ja, en zo sterft de grote Ajax. En we gaan verder met scènes uit Philoctetes, tweede stuk van Sophocles. Philoctetes is een Griekse held van een oudere generatie. En het verhaal van Philoctetes begint in het eerste jaar van de Trojaanse oorlog. Philoctetes is namelijk de enige die de weg naar Troje kent. Hij is van de generatie van Telamon en Peleus en Herakles, de helden die al een keer eerder, een generatie eerder, naar Troje voeren. Hij is de enige die de weg nog kent. En hij voert de Griekse vloot aan, de Griekse 1000 schepen met Grieken die uit Troje zijn vertrekken en over de Egeïsche Zee zeilen naar de kleine Aziatische kust, wat tegenwoordig Turkije is, om daar Troje te gaan belegeren en veroveren. En hij kent de weg. En de Egeïsche Zee die lijkt, als je daar zomers bent, heel rustig en warm. Maar de Egeïsche Zee, daar kan het ongelooflijk waaien. En als je om Euboea uitgezeild komt, en ze komen uit Troje en die schepen, dan kan er een wind opsteken die werkelijk orkaankracht heeft. En dat is ook bij mooi weer. Dus de Griekse vloot wordt na een aantal dagen overvallen door tegenwind, bulderende wind. En ze moeten op aanwijzingen van Philoctetes moeten ze naar het eiland Lemnos om daar te schuilen voor de harde wind. En Lemnos is een onbewoond eiland. En de eerste die van boord springt is Philoctetes, want hij kent de weg en hij weet waar het is. En hij springt van boord en hij loopt naar een heiligdom daar, verlaten heiligdom van een godin. En daar huist een slang. Of die slang daarnaar huist omdat het een heiligdom is, of die slang daar huist omdat het vervallen is, dat vermeldt de mythe niet. Maar de slang bijt Philoctetes. Hij is de eerste die bijt hem in zijn hiel. En het is een afschuwelijke, giftige slang en het gif vreet aan het vlees van zijn been. En Philoctetes kermt en jammert en huilt 3 dagen lang. De wind blijft waaien uit de verkeerde hoek. En hij schreeuwt moord en brand, letterlijk. Maar na 3 dagen is geen genezing. Hij roept de goden aan om erbarming. Er is geen genezing voor dit gif. Zijn been wordt levend opgevroten, zeg maar. En hij, maar na 3 dagen draait de wind. En de Atriden willen verder. En Odysseus wordt om raad gevraagd. En ze laten Philoctetes op aanraden van Odysseus achter op het eiland. De vloot zeilt verder. Ze weten ongeveer wel wat Troje is. Ze hebben hem eigenlijk niet meer nodig. Philoctetes blijft achter en ziet daar de Griekse vloot verdwijnen op het onbewoonde eiland. Maar hij heeft een boog bij zich. Hij heeft een magische boog bij zich die hem geschonken is door zijn grote makker Herakles. Ook een van de helden uit de generatie voor de Trojaanse oorlog. En die boog die raakt alles, die raakt altijd. En daarmee blijft hij in leven, 9 jaar lang. 9 jaar lang blijft hij in leven. Want hij kan van die boog net wat kleine nare diertjes schieten kennelijk. En er zijn wat kruiden die zo nu en dan die wond een beetje verbeteren. Maar hij leeft er als een beest, 9 jaar lang in een hol, zonder mensen. En we komen terug op dit stuk van Sophocles op het moment dat de Trojanen, dat de Grieken eerst Achilles verloren hebben, daarna Ajax verloren hebben en nu ten einde raad zijn. Dit is het 9e jaar. En het orakel vertelt ze dat ze nooit Troje zullen veroveren als ze niet Philoctetes en zijn boog halen terug. Het lijkt wel karma natuurlijk, maar in ieder geval, Odysseus moet terug om die boog en die man te gaan halen. Odysseus wordt erop uitgezonden en die moet daar van dat eiland die Philoctetes halen. Maar ja, die Philoctetes heeft een wapen wat zodra hij daar verschijnt hem zal doden, want die boog treft altijd. Dus hij neemt Neoptolemus mee, de zoon van Achilles, die zijn naam betekent die nog nooit oorlog gezien heeft, Neoptolemus. En Achilles die is ook al gesneuveld, maar ze hebben zijn zoon gehaald. En zijn zoon die is jong en die heeft nog nooit de oorlog gezien. Maar zijn eerste opdracht is om met Odysseus naar dat eiland te gaan en daar die Philoctetes op te halen. Dat is zijn eerste opdracht. Hij ziet eruit als Achilles. Alle Grieken dachten eigenlijk dat hij Achilles was toen hij voor het eerst van het schip sprong. En, en de oude Odysseus, die zijn meerdere is, die draagt hem op om de Philoctetes zeg maar, te overtuigen en zijn vriendschap te winnen. En als hij dan slaapt, die boog maar mee te nemen. En in ieder geval te zorgen dat ze op die manier, zeg maar, te levend afbrengen en die boog naar Troje komt, omdat ze dan kunnen overwinnen. En het stuk, tenminste wij stappen erin op het moment dat Odysseus en Philoctetes uit het schip springen op het strand van het eiland Lemnos. Daar beginnen we. We zijn er, Neoptolemus, het eiland Lemnos. Een niemandsland, omringd door zee. Hier gooide ik de maliër van boord, ontdeed me van hem als van een ongewenste zuigeling, het pus, druipend uit de heilige slangenbeet die vrat aan zijn voet. Ik volgde slechts bevelen. Nog hoor ik het gehuil, het knarsen van tanden, dat ons ervan weer hield om offers te plengen. De kreten die de stilte voor het offer ruw doorboorden. Geen woorden meer. Nu is niet de tijd om te praten. We moeten hem in de kraag grijpen voor hij ons te pakken krijgt. Wees een goede knul. Zoek een grot met twee openingen waarin de winter de zon aan beide einden schijnt en waar gedurende de zomer een koel briesje de nachtrust draagt. Het zou kunnen dat je er een beekje vindt, bergafwaarts, als dat er nog is. Doe dit zachtjes. Rapporteer vlug aan mij. Ik wil weten of zijn huis zo is als ik het achterliet of ergens anders. Dan vertel ik je de rest van het verhaal. Dat is zo gebeurd, heer Odysseus. Ik zie de grot. Hij is precies zoals u zei. Daarboven of hier beneden? Ik kan het niet goed zien van waar ik sta. Hier! Geen geluid van voetstappen. Ik hoor niks. Wees voorzichtig. Mogelijk slaat hij. Oh, daar is een hutje. Het is leeg. Binnen is geen mens. Zoek naar tekenen van leven. Een bed van bladermatten, geschikt voor een kampeerder. En een zelfgemaakte beker, uit hout gesneden. Een kring van stenen voor een vuur. Rijkdom voor een armoedzaaier, dat moet van hem. Er is nog iets. Vodden, aangekoekt met rottend vlees, drogend wondvocht van een open zweer. Dit is het, overduidelijk. Hier woont hij. Hij moet in de buurt zijn. Hoe ver kan een man lopen op een voet die aangetast is door een furie? Hij is op jacht naar voedsel of op zoek naar kruiden om het vuur van zijn eeuwige aandoening te verdoven. Zet iemand op de uitkijk neer om te zorgen dat hij mij niet plots belaagt. Mij wil hij vooral. Meer dan ieder ander. Ja, komt voor elkaar. Is er nog iets anders? U zegt het maar. Hè? Bewijs je adellijke inborst, zoon van Achilles. En niet alleen met je krachtige lichaam. Onthoud dat welke vreemde zaken hier vandaag ook uitgesproken worden, je hier met mij naartoe gekomen bent. Ja, zeker, heer. Wat zijn uw bevelen? Leid hem om de tuin. Verleid hem met je woorden. Als hij vraagt wie je bent, zeg: ik ben de zoon van Achilles. Zoveel is waar, dat hoef je niet te verbergen. Zeg dan dat je op huis aanvaardt. Dat je gedeserteerd bent uit het leger. Dat je eerst nog smeekte om te komen, hun enige hoop om Troje in te nemen. Maar toen je arriveerde en om de wapens van Achilles vroeg, zeiden ze dat je dat geboorterecht niet waard was. En ze kleden Odysseus in je vaders wapenrusting. Verzin verwensingen. Hoe meer, hoe beter. Houd je niet in, mij raakt het niet. Denk in plaats daarvan aan de Grieken. Want als wij niet in staat zijn de boog te bemachtigen, zal jij nooit triomferen over Troje. Je bent de enige die hiertoe in staat is. Niet ik. Nog iemand anders. Jij was nog te jong om de eed van Helena's vader te zweren. Jij stak alleen in zee. Aan niemand iets schuldig. Dat kan ik niet zeggen. Mocht hij mij in het vizier krijgen langs zijn boog, dan ben ik er geweest en dan ben jij de volgende. Wie onoverwinnelijke wapens stelen wil, moet slim zijn. Ik weet dat het niet in je aard ligt, zoon, om te manipuleren en te bedriegen. Maar als je proeft van de overwinning, zal de bitterheid van de schaamte vervliegen. Een paar uur. In ruil voor een heel leven. Zoon van Laertes. Het krenkt mij om dingen te horen die ik veracht om te doen. Het zit simpelweg niet in me om te liegen. Niet in mijn bloed, noch in dat van mijn vader. Die man heeft maar één goede voet. Samen kunnen we hem toch wel aan. Ze hebben me gestuurd om u te helpen, heer. Maar liever sterf ik eerlijk dan dat ik leugenachtig win. Jouw vader was eerzaam, zoon. Toen ik jouw leeftijd had, zei ik van alles, maar ik staafde mijn woorden altijd met mijn vuisten. Dat was lang geleden. Nu weet ik dat de tong het sterkste wapen is. Vraagt u mij nog altijd om te liegen? Ik beveel je om Philoctetes in de val te lokken. Waarom zou ik hem in de val lokken als ik hem kan overreden? Niemand kan hem overreden of dwingen of om wat dan ook te doen. Wat is er zo bijzonder aan zijn kracht? Zijn pijlen. Die missen nooit een doel. Hoe kom ik dan bij hem in de buurt? Dat zei ik al, een valstrik. Schaamt u zich er niet voor om te liegen? Niet als de leugen onze enige redding is. Hoe kan ik mijn gezicht in de plooi houden als ik zulke vreselijke dingen zeg? Onthoud dat je er baat bij hebt. Maar welke baat heb ik erbij als hij mee naar Troje gaat? De boog zal de stad Troje op haar knieën dwingen. En ik ben degene die dat teweeg brengt. Zonder jou en de boog zal Troje nooit vallen. In dat geval is het misschien waard. Dat is het zeker. Jij krijgt een dubbel eerbetoon. Welk? Als ik dat wist, zou ik er misschien voor gaan. Mensen zouden zeggen dat je intelligent en moedig was. Laat het lot zijn gang maar gaan. Ik doe het zonder schaamte. Herinner je je bevelen? Natuurlijk. Nu ik akkoord ben gegaan... Blijf hier en wacht op hem. Ik wacht op de uitkijkpost, zodat ik niet gezien word. En stuur hem terug naar het schip. Als het te lang duurt, zal hij vermomd als kapitein terugkeren. Onder zijn woorden schuilt een boodschap voor jou. Wat hij ook zegt. Mogen de listige Hermes ons beiden begeleiden en Athena, de godin van bescherming, van de bescherming, die mij altijd uit de brand helpt. Vreemdelingen, vertel me wie jullie zijn. Dat jullie je schepen naar een plek zonder havens of mensen loodsen. Tot welk land behoren jullie en tot welk volk? Jullie kleding doet Grieks aan. Land naar mijn hart. Maar laat me jullie stemmen horen, zodat ik zeker ben. Ga niet weg. Ik weet hoe het eruit moet zien. Deze woeste staat van zijn. Ik ben gebroken, zwaar beproefd en alleen. Ik heb niemand om mee te spreken. Ik heb geen vrienden. Alsjeblieft. Als jullie mijn vrienden willen zijn, zeg iets. Wat dan ook. Maar laat een man niet aan zijn lot over. Laat mij de eerste zijn om u te zeggen, vreemdeling, dat wij Grieken zijn. Aangezien dat is wat u zo graag weten wilt. Jij hebt geen idee hoe heerlijk je stem klinkt voor een man die zo lang niet gesproken heeft. Waar zo lang niet tegen gesproken is. Maar wat brengt je hier? Welke wind zond je in deze richting? Geef antwoord, zodat ik je kan leren kennen. Ik ben geboren op Skyros. Nu vaar ik richting huis. Sommige mensen noemen mij de zoon van Achilles. Andere Neoptolemus, dat is alles wat u hoeft te weten. Zoon van Achilles, dierbaarste vriend. Ik kende jouw grootvader, Lycomedes. Hij was zo trots toen jij geboren werd. Welke avonturen leidden je naar hier? Van welke kust vertrok je schip het laatst? Ik vaar weg van Troje. Wat? Dat begrijp ik niet. Je was al veel te jong voor die eerste stroomschepen. Was u erbij? Zoon, jij weet niet tegen wie je het hebt. Hoe kan ik het gezicht herkennen van iemand die ik nog nooit heb gezien? Misschien heb je mijn naam gehoord of de geschiedenis van mijn misère. Het spijt me, ik weet niet waar u het over heeft. Ik ben verloren. Gehaat door de goden als mensen mijn verhaal niet kennen. Zij die mijn zwakke lichaam achterlieten, lachen nu in hun vuistje. Terwijl mijn ziekte dagelijks verergert. Mijn zoon, ik ben Philoctetes, bewaarder van Herakles' boog, aan het lot overgelaten door Odysseus en de generaals. Ik leed onder een slangenbeet en zij lieten mij hier ter dood veroordeeld achter in afgerachte vodden. Ik slaap in de kloof van een grot, lijd honger door het weinige voedsel. Ik kan hen enkel hetzelfde toewensen. Beeld je mijn verbazing in, zoon, toen ik wakker werd. De tranen die ik vergoot, de klank van mijn verdriet. Alle schepen van de vloot waren verdwenen. Eenmaal alleen met mijn infectie was er alleen nog pijn. De tijd verlangde dat ik op eten jaagde met deze heilige boog die mij het leven heeft gered. Ik kroop door diepe modder op stramme knieën, mijn rottende voet schrapend langs de rotsen. Als water schaars was, dan overleefde ik door ijs te verzamelen. Ik heb koude winternachten zonder vuur doorgebracht, maar wist mezelf van een gewisse dood te redden door stenen tegen elkaar te slaan in de hoop op vonken. Je ziet, ik heb alles wat ik nodig heb in deze grot. behalve een remedie voor mijn eindeloze kwaal. Luister, zoon. Dan zal ik jou over dit eiland vertellen. Zeelui weten dat ze de ruwe kusten niet moeten bevaren. Dit is geen bestemming voor wie met de gevaren bekend is. Zo nu en dan belandt hier iemand onbedoeld. Uit medeleven krijg ik dan voedsel en kleding. Maar niemand biedt mij aan naar huis te brengen. Ook niet als ik erom vraag. 9 ellendige jaren, zoon. Dat is wat zij mij hebben aangedaan. De Griekse generaals en Odysseus. Ik kan enkel bidden tot de goden op de Olympos. Dat zij hen een gepaste leidersweg toebedelen. Ik voel met u mee, zoon van Poeas. En ik begrijp wat u zegt over Odysseus en Atreus' zoon. Het zijn verdorven mensen. Wat hebben ze jou aan gedaan? Als ik ze allemaal kon doden, zou ik het doen. Zodat men zou weten dat Skyros moeder is van de dapperste mannen. Goed gezegd, mijn jongen. Wat is de oorsprong van jouw grote haat? Ik zal eerlijk tegen u zijn, heer. Ook al steekt het. Om de schaamte te voelen als ik erover spreek. Over wat er gebeurde toen ik naar Troje zeilde. Na mijn vaders dood. De zoon van Peleus is dood? Zijn leven door geen mens gesmoord. Neergehaald door de pijlen van Apollo. Een eerzame manier om te sterven. God en mens beide eerzaam. Spijt me, zoon. Ik wil meer over je ontberingen horen, maar eerst moet ik dit gevoel van berouw zien weg te slikken. U hebt al genoeg ellende in uw leven, arme man. U zou niet ook nog eens het verdriet van een ander hoeven dragen. Waarschijnlijk heb je gelijk. Maar waarom? Wat hebben ze jou aangedaan? Odysseus kwam me halen. Onverwachts, op een dag, op een prachtig schip. Hij strooide met mooie woorden als lotsbestemming, goddelijke rechtvaardigheid, noodzaak. En na mijn vaders dood had een orakel voorspeld dat ik de enige was die de torens van Troje zou kunnen innemen. Ik was de uitverkorene. We voeren direct uit. Ik wilde zijn lichaam nog zien, voor het onder de grond lag. Ik wilde zo graag zijn gezicht zien. En de belofte bleef bij me, zachtjes zingend in mijn oren. Ik zou degene zijn die de oorlog beëindigde. En 2 dagen later gingen we voor anker bij de stranden van Sigeum, waar ik omringd werd door soldaten die zweerden dat ze hem zagen. Mijn vader Achilles, dat hij voor hun stond, in levende lijven. Helaas vergisten ze zich. Ik huilde bij zijn levenloze lichaam. Natuurlijk wendde ik me tot de generaals en vroeg hen om wat mij toebehoorde. Ik kan nog steeds hun walgelijke woorden horen. Zoon van Achilles, voel je vrij om alles te nemen wat je wilt? Wat je maar wilt, behalve de wapens. Die behoren nu Odysseus toe, zoon van Laertes. Tranen sprongen in mijn ogen, mijn hart vulde zich met razernij. Hoe durven jullie mijn wapens aan een ander te geven? En Odysseus, die in de buurt stond, keerde zich naar mij om en zei... Ja, jongen, terecht zijn ze aan mij gegeven. Ik was erbij. Ik heb hem in veiligheid gebracht. Ik heb ze in veiligheid gebracht. En ik belaagde hem met elke verwensing die me te binnen schoot. En het leek alsof ik iets in hem raakte, want hij sprak vol woede. Wij waren daar. Jij was niet waar je hoorde te zijn. Moet ik nog meer zeggen? Jij zal nooit met deze wapens naar Skyros terugkeren. Ik zeilde weer naar huis. Met lege handen. Beroofd van mijn rechtmatig eigendom. Door de zonen van Atreus en Odysseus. Vandaar. En ieder die hen haat, heb ik lief. Godin van de bergen, Rhea. Moeder aarde, Cybele. Moederschoot van God, ik riep hen aan. Toen zij hem de wapens van zijn vader opnamen. Vreemdelingen. Ik begrijp jullie pijn. Jullie reis over zee bracht ons enkel nader tot elkaar. Het is nu mijn pijn. Ik ken het handelen van verdorven mensen. En Ajax, liet hij dit zomaar gebeuren? Dat kan ik bijna niet geloven. Hij was niet langer onder de levenden. Is hij ook onder de doden? Hij ziet geen daglicht meer. Alleen rechtschapen mensen sterven. Terwijl dat lot juist Odysseus en de zonen van Atreus beschoren zou moeten zijn. Maar dat zal niet gebeuren. Zij pinnen medailles op hun borst en voeren het leger van Argos aan. Maar Nestor dan, mijn oude vriend. Hij moet toch een poging gedaan hebben om hen tegen te houden. Nadat hij zijn zoon Antilochus verloor, verloor hij ook zijn eigen wil om te leven. Naar wie kan men nog kijken als zij dood zijn en Odysseus nog in leven? Het is een gluiperd, maar ooit glijdt hij uit. En Patroclus, de dierbare vriend van je vader. Dood. Hoe krijgt men vat op de goden? Op de een of andere manier hebben ze de plezier in de slechtste mannen weg te houden uit de Hades. Edelmoedigheid, rechtvaardigheid, heldenmoed. Alle woorden zonder betekenis. Ik probeer er niet aan te denken. In de toekomst zal ik met lusteloze blik naar Troje kijken vanaf mijn verre eiland. Lafaards. Rotsachtig Skyros zal genoeg zijn voor mij. Mijn thuis. Mijn toevluchtsoord voor herinnering. Daarom moeten we nu terugkeren. Naar het schip. Vaarwel, zoon van Poeas. Het gaat u goed. Mogen de goden uw kwaal genezen. En u verlossen van uw onophoudelijk leed. Laten we gaan nu de wind nog goed staat. Gaan jullie nu al weg? En wij moeten ons voorbereiden, willen we kunnen uitvaren. Dan smeek ik je op mijn knieën, zoon. Krachteloos en kreupel, laat mij hier niet alleen in deze toestand. Neem mij met jullie mee. Ik weet dat het niet niks is om te vragen, maar ik vraag het je niettemin. Alsjeblieft, wees grootmoedig zoals je vader zou zijn geweest. Breng mij naar Oeta, mijn thuis, en word rijkelijk beloond. Het kost je maar een dag. Stop me waar je wilt. De boeg, het achtersteven, het ruim. Ik zal je mensen niet storen. In naam van Zeus, god van de bedelaars. Doe dit voor mij. Zeg dat je het doet. Of breng me naar jouw huis. He, vandaar is het niet ver naar Thrachis en de wijde rivier Spergeius. Misschien kan ik daar mijn vader zien. Al vrees ik dat hij niet langer in leven is. Ik heb hem zoveel berichten gestuurd waarin ik hem vroeg om te komen. Dus hij is of gestorven of de boodschappers haasten zich naar huis zonder aan mij te denken. Ik vraag het nog eenmaal. Red mij. Heb medelijden met mij. Lever mij af in plaats van het bericht. Heb medelijden met deze man die ontelbare ontberingen verdragen heeft... die ik aan geen van mijn vrienden zou toewensen. Als u de generaals veracht, heer, keer dan hun kwaad ten goede. Neem hem mee naar waar hij wenst te gaan op uw gezwinde schip... Omzeil de toren van de goden. Dat zijn mooie woorden, maar ik vraag me af wat jullie zullen zeggen als jullie genoeg hebben van zijn gejammer. U zou ons niets anders horen zeggen. Nooit. Het zou beschamend zijn om minder barmhartig te lijken dan mijn eigen mensen. Als jullie het ermee eens zijn, dan zeg ik dat het schip hem spoedig thuis zal brengen. Ik kan niet weigeren. Mogen de goden ons een behouden vaart vergunnen, waar de wind ons ook brengt. Dierbare vrienden, ik durfde haast niet te geloven dat deze dag ooit aan zou breken. Maar hoe kan ik je mijn vriendschap bewijzen? Kom met me mee, zoon. Nadat ik je mijn bescheiden onderkomen heb getoond, zal ik je iets leren over moed en over leven. Het eerste wat je leert is om je pijn te omarmen. Beneden bij de schepen duurt het Odysseus een beetje te lang. En hij is wat vermoeid over Neoptolemos, die kennelijk het niet lukt. Dus hij stuurt een van zijn soldaten omhoog naar de grot om het proces een beetje te bespoedigen. En die soldaat die gaat omhoog en die vindt Neoptolemos en Philoctetes... en die vertelt daar dat Odysseus beneden bij de schepen daar ook op het eiland is... en dat hij gepocht heeft dat hij Philoctetes wel mee zal krijgen... of met een list of met geweld, maar in ieder geval wel mee zal krijgen... de man en zijn boog of zijn boog alleen. En hij beledigt Philoctetes, deze soldaat, hij beledigt hem op alle mogelijke manieren... En als de tweede scène gaat beginnen, die we nu zo direct gaan horen... dan heeft Philoctetes ondertussen begrepen dat zijn aartsvijand... de man die ervoor gezorgd heeft dat hij hier al 9 jaar als een beest leeft... beneden bij de schepen is. En hij is ongelooflijk gemotiveerd op dat moment... om van het eiland te kunnen vertrekken. En daar beginnen we weer. Dacht hij echt dat hij mij in kon palmen met zijn mooie praatjes... En na al die tijd, eerder nog word ik vrienden met het beest dat ik het allermeeste haat. De slang die in mijn voet beet en mij kreupel maakte, dan dat ik luister naar die walgelijke vent. Maar hij durft te zeggen en te doen wat hij wil. Nu weten we in elk geval dat hij gauw hier is. Mijn zoon, laten we gaan. Meteen de open zee op, zover mogelijk bij hem vandaan. Vergeet slaap. We moeten nu bewegen en slapen als het veilig is. De wind staat niet goed. Hij waait tegen de boeg. We moeten wachten tot hij goed staat. Het weer is altijd goed voor wie voor onheil vlucht. Ja, maar zij hebben ook wind tegen. Het weer is nooit slecht voor roofdieren op jacht. Goed. Pak wat u nodig hebt en dan gaan we. Er liggen nog wat dingen binnen, niet veel. Wat zou u nodig kunnen hebben dat ik niet heb op mijn schip? Een speciaal kruid dat de pijn van deze wond verdooft. Uiteraard, neemt u dat? Nee, nog iets anders? Pijlen die hun doel misten en die ik mogelijk heb laten vallen, verstrooid in de modder. Is dat de boog? Die beroemde? Ja. Hij kent geen gelijke. Ik geef hem nooit uit handen. Mag ik hem eens beter bekijken? Mag ik hem in mijn armen houden? Alleen jij, mijn zoon, verdient dat voorrecht. En al het andere wat je je zou kunnen wensen. Dit is een wens, maar is het ook de juiste? Ik laat aan u om te beslissen of ik dit waard ben. In je woorden schuilt veel eerbied. En jij bent de enige juiste persoon, want jij geeft mij zonlicht en de kans om mijn thuisland Oeta weer te zien. Waar mijn vader mij leerde het hoofd geheven te houden tegenover vijanden. Enkel jou vertrouw ik hem te geven en hem dan weer terug te geven. Je acties, zoon, zijn zo rechtschapen als dit wapen dat verworven werd door goedheid. En daarom zal jij de enige man zijn die het mag beroeren. Ik heb er geen spijt van dat ik u ontmoet heb, mijn nieuwste vriend. Uw menselijkheid heeft meer waarde dan welk materieel bezit dan ook. Alsjeblieft, ga naar binnen. Ik wil je vragen mij te vergezellen. Mijn ziekte vergt dat je me bijstaat. Het is niks, jongen, ga maar voort. De pijn van je... Nee, het gaat over. Kijk, ik voel me al veel beter. Oh, goden! Waarom grapt u naar de goden? Ik vraag zo wat medelijden. Waarom zegt u iets? U lijkt op problemen. Ik wilde het leed voor mezelf houden, zoon. Maar nu snijdt het dwars door me heen, begrijp je? Het snijdt. Ik word levend verslonden. Er is geen ik meer. Er is alleen nog maar het. Oh, als jij een zwaard hebt, hak dan hier. Neem mijn voet. Ik wil hem eraf. Ik wil hem eraf. Wat is dat van pijn die zomaar toeslaat vanuit het niets? Dat weet je alweer, jongen. Kan jij dit ook weten? Ik kan uw toestand werkelijk niet aanzien. Oh, ik weet het. Ik weet het. Het is verschrikkelijk. Er zijn geen woorden voor. Alsjeblieft, heb medelijden. Wat wilt u dat ik doe? Ze komt als ik te ver ben afgedwaald. Uiteindelijk, als ik stil ben, gaat ze weg. Laat me niet in de steek. Arme man, u hebt zoveel tegenslag. Moet ik u in mijn armen? Nee, de boog, pak hem, ja. Zoals je juist vroeg, en bescherm hem terwijl ik slaap. Tot de pijn zich naast me heeft neergelegd. En als ze komen, dan smeek ik je, zoon. Laat ze hem niet van je afpakken, of we zullen beiden sterven. Wees niet bang, overhandig hem aan mij. Ik zal er zorg voor dragen. Alsof het mijn eigen eigendom was. Niemand zal hem afnemen. Daar ligt in jouw handen. Kus hem om de vloek af te wenden die mij in andere vormen zoveel ellende gaf. Ik bid tot de goden voor een veilige doortocht, waar we ook gaan. Ik heb een akelig voorgevoel, zoon, dat je gebed niet door de goden wordt verhoord, want er vloeit nu bloed uit de sfeer. Donkerrood teken van dreigende dingen op komst. De pijn onder mijn voet zwelt aan. Ik voel hem naar boven kruipen. Oh, wat een ellende. Oh, ik voel hem op mijn borst klemmen. Oh, nee, ga niet weg. Alsjeblieft, ga niet weg. Jij begrijpt het. Ja. Jij weet het. Blijf bij me. Blijf. Ik wou dat zij dit konden voelen. Odysseus en de generaals dood. Dood. Dood! Waar ben je? Waarom ben je na al die jaren roepen nog altijd niet verschenen? Zoon, mijn eerzame zoon, neem mijn lichaam. Verschroei het in een verzengend vuur, zoals ik ooit de brandstapel aanstak van degene wiens boog jij nu vasthoudt. Vanwaar die stilte? Zeg iets! Zeg iets, waar ben je, mijn zoon? Het is schrijnend om uw pijn te zien. Hij komt zo snel als hij verdwijnt. Wees dapper, zoon. Ik smeek je om hier te blijven. Geen zorgen, we blijven hier. Echt waar? Gegarandeerd. Het zou niet goed zijn om jou en eten te laten zweren. Het zou niet goed zijn u hier alleen te laten om te sterven. Leg je hand op je hart. Ik zweer dat ik blijf. Kijk omhoog. Waarheen? Kijk, daar, naar boven. Waarom staart u naar de lucht, uw ogen en uw geest verward? Laat me gaan. Laat me gewoon gaan. Dat niet doen. Als je mij aanraakt, zal ik sterven. U begint weer enigszins normaal te klinken. Aarde, slok dit lichaam op met huid en haar. Neem mij op zoals ik ben. Want ik kan dit niet lang aan. Het lijkt erop alsof hij in slaap valt. Kijk, hij knikkerbolt. En koud zweet bekleedt zijn huid. Laat hem rusten. Terwijl het donkere bloed uit zijn verwonde hiel kruipt. O, slaap. Onbewust van pijn of lijden. Zachte slaap. Adem helder wit licht over zijn ogen en genees zijn voet. Zoon. Wees bedachtzaam in je opstelling. Laat je geest niet vertroebelen door sympathie voor deze armzalige man. Waarom aarzel je? Dit is het moment. Maak de juiste keuze en de overwinning ligt in je handen met één enkel schot. Geen zorgen. Hij hoort ons niet. We hebben inderdaad zijn boog nodig, maar duidelijk ook hem. Hij is degene van wie de goden eisen dat hij naar Troje terugkeert op ons snelle schip. Jullie zouden je moeten schamen. Om zo te spreken over dingen die je niet begrijpt. Voor de zieke weer ontwaakt, doe waarvoor je gekomen bent. De wind staat goed, mijn zoon. Hij slaapt als een schaduw in de permanente nacht van de Hades. Verlamd van top tot teen. Handel nu en spreek later. Heel rustig. Zijn ogen gaan weer open. Nooit. Nooit, mijn dierbare zoon, had ik durven denken dat ik hier wakker zou worden en dat jij nog steeds hier zou zijn. Wachtend op het einde van mijn pijn. Het licht is prachtig hier, na de slaap, vooral met vrienden in de buurt. Ik zie dat jullie hier zijn om te helpen. Generaals lieten minder dan een week voorbij gaan voor ze genoeg van me hadden. Maar jij komt uit een eerzame familie. Jij bleef. Ondanks de stank en het luide kreunen. Maar geef me je hand. Nu het lijkt dat ze me even met rust laat. Help me opstaan. Dan lopen we samen verder. De wind staat goed. Laten we niet langer wachten. Ja, hartelijk dank voor deze theatrale reading. Niet alle Griekse tragedie eindigt in een tragedie, want Philoctetes, ondanks dat hij daar makkelijk vandoor had kunnen gaan met de boog, besluit om te blijven bij de zieke Philoctetes en uiteindelijk gaan ze samen naar Troje. Zo kan het dus ook, je hoeft iemand niet te verraden, kennelijk. Tenminste, dit alles volgens Sophocles. Zij gaan reageren op wat ze hier gehoord hebben. Vers van de lever, zoals ik al eerder zei. Korte notities. Ze zullen zichzelf ook voorstellen. Maar ik wil ook al graag een vraag aan jullie stellen. Misschien ook vooral aan de veteranen die hier zijn, maar ook aan de rest van het publiek. Waarom zou Sophocles deze dingen geschreven hebben? Wat is de boodschap die hij probeert te geven? Of wat is de reden voor hem om deze scènes te schrijven zoals hij ze geschreven heeft? Wat probeert hij te zeggen? Dan kom ik graag zo ook terug in het publiek. Maar eerst wil ik even met jullie beginnen, graag als eerste reacties. En dat je jezelf even kort introduceert en wat je zo is opgevallen. Mevrouw, ik begin graag, dames, eerst met u. Mijn naam is Jolke van Boekhem en ik werk als klinisch psycholoog in een traumacentrum, waar ik in de week heel veel geconfronteerd word met verhalen. Dit is ook een verhaal, een oorlogsverhaal, van zeer getraumatiseerde militaire veteranen. En ook andere doelgroepen hebben we in huis. En als je mij vraagt waar ik door gegrepen werd, is met name in het begin al gelijk het woord shellshock. Wat heb ik even opgezocht, gegoogeld snel in mijn telefoon. Voor het eerst gebruikt werd door Charles S. Myers, een kapitein-arts, die daar de psychische gesteldheid voor soldaten die een granaatexplosie hadden meegemaakt voor het eerst een term gaf, shellshock. En daarna, dat heeft natuurlijk ook met mijn vak te maken, daarna werd ik heel erg gegrepen door de woorden wiegend op de grond. En dat confronteerde met mij ook dat ik echt mensen, echt in dissociatie, dus als mensen, veteranen, militairen gaan herbeleven wat ze tijdens de oorlog gebeurd is, dan gaat het vaak in heel veel details en heel veel pijn, dood, wraak, verdriet. Maar vooral ook soms zo dissociërend dat ze echt wiegend, soms letterlijk in de stoel zitten, alsof ze zeg maar weer herbeleven datgene wat zij zeg maar in de oorlogssituatie ook tegen zijn gekomen. En ik vond daarna het woord pijn omarmen, de pijn omarmen, te leren omarmen. En vooral ook jezelf recht in de ogen kunnen kijken weer, in je hart kunnen kijken. En dan ook daardoor ook weer met anderen, ook je dierbaren, je gezin, je vader en moeder. En ik zie en ik maak dagelijks echt een geworstel mee waar zeg maar dan ook deze mensen mee te maken hebben. En dat raakt mij ook altijd in het hart. Ja. Dank. Voor deze eerste. Mostafa, mag ik jou vragen als tweede te reageren? En ja, dankjewel. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Mostafa Hilali. Ik ben nog steeds werkzaam bij de Koninklijke Landmacht. Ja, en eigenlijk het meest belangrijke, denk ik, om dit te horen. Indrukwekkend de manier waarop jullie dit hebben gespeeld. Want hetgene wat mij misschien nog wel het meeste raakte was op een gegeven moment, ik zou bijna zeggen, die giftige woede van Ajax. Die volslagen woede en onbegrip eigenlijk voor wat de hogere leiding, noem ik het maar even zo, aan het doen was. De situatie waar hij, de frontsoldaat, in werd geplaatst. En waar zij totaal niks mee te maken hadden. Dat begrepen zij niet, dat kenden zij niet. En het was heel duidelijk voor hem dat dat echt het punt was waar, laten we het even zeggen, de kameraadschap echt brak. Het klopte niet meer, er was geen eenheid meer. En ik vond dat heel mooi, in het spel natuurlijk, omdat dat hetgene is wat ik ook wel eens gevoeld heb of heb gezien bij mensen om me heen. Dat idee dat waar je bent, de rest het niet snapt. De rest je daarin brengt, maar niet weet wat ze doen. En dat hoeft helemaal niet de waarheid te zijn. Maar het is wel het gevoel wat je kunt hebben. En ik denk dat dat dus ook wel een heel belangrijke was. Sterker nog, het bracht gelijk bij mij iets anders naar boven. Ik moest denken aan Henry V van Shakespeare. Daar heb je een legendarische speech van de koning bij de slag van Agincourt. Ik heb het eventjes gegoogeld, want het is niet alsof ik dat soort dingen standaard in mijn hoofd heb zitten. Maar op een gegeven moment zegt hij, de koning dus in het verhaal, "And gentlemen in England now abed shall think themselves accursed they were not here, and hold their manhoods cheap whilst any speaks that fought with us upon St. Crispin's Day." En dat is echt de trigger die ik erbij kreeg. Het idee, als je er hier bent, dan weet je hoe het is. Maar als je er niet bent, als je ons hier naartoe hebt gestuurd, maar je bent er zelf niet, dan weet je niet hoe het is en je bent anders. En daar zit een disconnect. En dat heb je als je samen in Bosnië bent geweest, of samen in Afghanistan, of samen in Irak. Dan heb je dat. Maar als iemand daar niet is geweest, dan heb je het gewoon niet. En dan is het heel moeilijk om die verbinding te voelen. Dat lijkt mij genoeg. Ja, jij bent zelf in Bosnië en Afghanistan geweest, hè? Ja. Als soldaat. Dus dit, zeg maar, die scènes die Sophocles schrijft, die herken je, zeg maar, dat, dat je dat je, als je er niet aan bent en als de hoge heren niet begrijpen wat het is om daar te zijn, dan dat is eigenlijk, dat beschrijft hij accuraat, zeg maar, dat herken je? Ja, voor mijn gevoel, ik herken er nog veel meer, maar ik moet het kort houden. Dit was voor mij wel echt de kern. Ja. Ook maar simpel te zeggen, nou, de generaal en ik kennen elkaar al een tijdje. Maar alleen al het feit dat ik weet dat hij in dezelfde gebied is geweest in Afghanistan, dat we in hetzelfde gebied hebben gediend, dat geeft voor mij al een ander gevoel voor de generaal gedurende de tijd dat wij hebben gewerkt samen, dan dat ik met sommige anderen had. Want sommige dingen hoef je niet meer uit te leggen. Je snapt het. Je bent er allebei geweest, je weet precies hoe het is. Je kent de geuren, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Kom maar als laatste misschien bij de generaal. Boudewijn de Kok, mag ik jou vragen te reageren? Mijn naam is Boudewijn Kok en ik ben ooit beroepsmilitair geweest, uitgezonden geweest naar Srebrenica in 1995. Nou, ik denk iedereen die hier zit dat inmiddels de verhalen daar wel van kent. En ik moet zeggen, nu dat ik dit stuk, waarschijnlijk een heel oud stuk, ik weet niet hoe lang het geleden geschreven is. 2.500 jaar geleden geschreven, ja. Als ik naar kijk, is het net als het geschreven is na wat er in Srebrenica gebeurd is. Dat het stuk nog maar 22 jaar oud is. Ja. Het plezier hebben voor het mattelen, wat er was, denk ik van ja. Zoals dat er bij ons in Srebrenica gebeurd is, als je in 2 dagen tijd 8000 mensen om kunt brengen, dan moet je er haast wel plezier aan hebben. Om dat daar te doen. Dus voor mij is het net als dit stuk net geschreven is. Zo herkenbaar. En vooral ook op het laatst de pijn niet aankunnen. Dan was dan echt fysieke pijn. En voor ons is het toch wel echt een mentale pijn. Die na zoveel jaar, ik denk dat naast me dat kan beamen met het werk wat je doet. Dat dat wel echt heel herkenbaar is in de stukken. En ik ben niet heel snel stil met dingen, maar ik moet je wel even over nadenken. Dus tot zover. Want het komt... Heel bekend voor? Het komt wel binnen, moet ik zeggen. Wat ik zeg, het is net dat het geschreven is na wat er in Bosnië is gebeurd. En niet eens dat het 2.500 jaar oud is. En ik mag hopen echt dat er nooit een voetbalclub naar Miladius genoemd wordt. Zoals er nu Ajax is, zeg maar. Maar dat terzijde. Je bevindt in Amsterdam, hè? Ja, nee, daarom. Ik ben een Twentenaar en we doen het niet zo heel goed. Maar je zegt ook iets anders. Je zegt, en die schreeuw van Philoctetes, die is ook gewoon mentaal. Ja, mentaal absoluut. Ja. Als ik, nou, ik ben ook in Bosnië geweest. En, maar ja, er wordt nog zoveel gesproken daarover. En er is nog zoveel pijn. Niet alleen bij de Bosniërs zelf. Maar voornamelijk ook bij de Nederlandse militairen die daar geweest zijn. Gewoon toch wel die schreeuw, gewoon de pijn die je nog steeds voelt. Wat daar gebeurd is en welke situatie wij daar gezeten hebben. Ja. En voor hem was dit hier een fysieke pijn, een wond, echt zichtbaar. En ik denk dat voor mij en voor heel veel van mijn collega's geldt dat die wond, die is onzichtbaar. Die is er wel. Maar die is niet als een voet eraf, als een arm eraf. Maar die wonden zijn er wel. Dank, duidelijk. Ja. Mart de Kruif, de generaal. Ja, Mart graag. Ik heb bijna 40 jaar gediend bij de landmacht in Bosnië geweest. Een jaar alle NAVO-troepen in Zuid-Afghanistan geleid. En ik heb het stuk gisteren ook gezien. En wat me opvalt is, als je de tweede keer hoort, dan hoor je weer hele andere dingen. Dan vallen je weer andere dingen op. En dan... Ja, krijg je toch weer een andere hoek en een andere toon. En wat me heel erg treft is de rol van de vrouw van Ajax. Die zegt, stilte siert een vrouw. En ik denk dat we wel eens vergeten dat achter elke militair een heleboel mensen staan die thuis zijn. En die misschien wel het moeilijker hebben met de missie. Ik weet het wel zeker dan de militair zelf. Want de militair kiest voor zijn beroep, maar de vrouw trouwt niet met de militair. De vrouw of de man of de partner, die heeft een verhouding met de mens. En de kinderen kunnen dat helemaal niet kiezen. Daar is de vader of de moeder, is daar een militair van, maar een kind heeft behoefte aan een vader en een moeder. En wat we wel eens vergeten met z'n allen, denk ik, is als over lijden praten, dat het niet alleen bij de militairen is, maar ook thuis. En Ik kan me alleen maar indenken hoe erg het is als je terugkomt uit de oorlog en je bent gewond, wat het voor de mensen thuis betekent. En hoe we daarmee om moeten gaan. Ik denk dat we dat wel eens vergeten. En het tweede, sluit ik aan op Mostafa. Ik ben Achterhoeker en Feyenoorder, dus ik hoor niet voor de tweede keer een verhaal over Ajax. Maar als jij wat gaat citeren, doe ik dat ook. En dat is verwacht van ons geen wonderen, gewoon deurdonderen. Dat is normaal. En daar bedoel ik mee is... militairen worden heel vaak met onrealistische missies opgescheept. En soms met idiote eisen die eraan worden gezet. Stabiliseer een gebied. En dat meten we dan aan het aantal schooltjes voor kinderen dat er wordt gebouwd. En... je moet je heel goed realiseren, als je je mensen ergens heen stuurt, wat je ze meegeeft, wat je doet, wat je wilt bereiken en wat de ambitie is. En dan moet je ongelooflijk eerlijk in zijn vanaf het begin. Want als je dat later moet zijn, heb je een groot probleem. En welke lijn viel je het meeste op? Ik zie dat je een heel aantal hebt opgeschreven. Welke sprak je? Jij hebt actieve dienst gezien. Gisteren zei je bijvoorbeeld... Ik heb eerbare mannen oneerbaar zien sterven. Ik heb van alles gezien wat... Ja. Ja. Maar je zag je weer hele andere dingen opschrijven. Ja, mij viel op... slechte mensen worden weggehouden bij de Hades. En verdomd, dat is waar ook. Mensen die sneuvelen, only the good die young. Mensen die je kent, mensen die onder jouw leiding het hoogste offer brengen. Dan denk je allemaal, maar waarom hij of waarom zij en waarom niet een ander? Dat valt heel op. Slechte mensen worden weggehouden bij de Hades. De rotzakken overleven we. Ja, nou ja, vaak wel, ja. Dank. Wie denkt een antwoord te hebben op waarom Sophocles dit schreef? Wat was zijn bedoeling? Wilde die zeggen, dat probeerde die over te dragen. Ja, ik ga even met de microfoon naar u toe, want er zijn ook kijkers thuis, want de livestream kijken een hoop mensen mee. Ik hou hem voor u vast. Ik denk dat het precies is wat generaal Duyf zei. Ik denk dat het een echt een hele heftige waarschuwing is aan alle burgers, politici die in Athene naar het stuk zaten te kijken van... als je mensen een oorlog instuurt, dan, ja... Je ziet aan beide helden, beide tragische helden, dat ze vol overgave ergens voor gaan, ergens in geloven. En als er hoeft maar dit mis te gaan en het is onzin. En mensen worden gek. En dan... 2500 jaar later denk je, waarom hebben die mensen dit gedaan? Maar die mensen die naartoe gaan, die moeten erin geloven. Dus ik bedoel, de leiders worden aangesproken. Ja, kijk uit met wat je doet. Ja. Eigenlijk. Ja. Zou kunnen, zeker. Ik kom even naar je toe. Dat wordt ingewikkeld, maar ga ik toch doen. Ja. Pardon. Sorry. Zeker als je kijkt naar de context van die oorlog, dat ging natuurlijk helemaal nergens over. En dat waren persoonlijke veens die uitgevochten werden. En er werden heel veel offers voor gevraagd van andere mensen. Ja. En dan, als ik het zo zie en dit zo hoor, dan denk ik ook van ja, dat was dat. Jongens, laten we nou denken voordat we mensen naar zulke situaties sturen. Is het waard? En blijkbaar hebben we nog niks geleerd in 2500 jaar. Niet heel veel veranderd. Nee, helaas. Nee. Ja, dat zou... Zeker kunnen. Het lijkt er wel op. Hè? Het spreekt direct tot de soldaten die 22 jaar geleden het meemaakten. Wie nog meer? Ja, misschien heel gek, maar ik heb ineens een andere gedachte erbij. Hij was zelf, Sophocles was generaal, toch? Ja. Niemand twijfelt namelijk aan zijn meerdere. Ze twijfelen niet. Ze vervloeken ze, de twee Agamemnon en Menelaos en Odysseus. Maar dat zijn wel degenen die de oorlog winnen, die de leiding geven, die wat dan ook het, de belachelijke oorzaak van deze oorlog was. Niemand twijfelt daar echt aan. En het lijkt bijna alsof Sophocles laat zien, ja, ik voel met iedereen mee, maar je moet dit wel gewoon doen. Zitten 80 van de 100 jaar zitten ze oorlog te voeren. En het worden helden en ze worden geëerd en Ajax dit en dat. En we voelen mee hoe erg het was. Maar niemand twijfelt eraan dat ze die oorlog wel of niet hadden moeten doen. Dus het is ook een beetje heel sluw bedacht. We blijven namelijk oorlog voeren, jongens. En de baas blijft de baas, punt. Ik voel met jullie mee, het is heel erg. Maar volgende week gaan we verder vechten. Sluwe oorlogspropaganda ook. Nou ja, ja, hij was natuurlijk niet gek, die Sophocles. Nee, kan je rustig stellen. Ja. 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 Ja, absoluut. Ja. Maar militair zijn is natuurlijk geen universeel beroep. Dat zei ik gisteren ook. Ik zou niet kunnen dienen voor een land waarbij de normen en waarden waar wij als Nederland voor staan niet zijn verankerd. En dat zijn er een heleboel en het worden er steeds meer. Daar zou ik niet voor kunnen dienen. Dus het heeft heel veel te maken met waar wil je voor vechten? Wat is de zingeving daarvan? En dat gaat over succes heen. Soms moet je ook iets durven doen zonder dat je weet of het helpt, omdat je daarvoor staat. En dan hoop je succes te hebben, daar doe je alles aan. Maar het hoeft geen voorwaarde te zijn. Maar wat, hoe bedoel je dat in relatie tot dat het misschien ook wel gewoon bedoeld is als dit is wat we doen, dit is wat oorlog is en zo doen we het? Kijk, oorlog is onbeschrijfelijk. Als je dat hebt meegemaakt, dat is bijna niet over te brengen. Want je gebruikt al je zintuigen. Je reuk en je geur en je gebruikt alles. Dat is, hadden we ook gisteren, dat is bijna moeilijk over te brengen. Maar als je in dat soort omstandigheden zit en je ziet wat daar gebeurt met jouw mensen, dan kom je altijd op de vraag van zingeving terug. Waarom doe ik dit? Waarom ben ik hier? En dan is zingeving niet alleen van de prijs van vrijheid. Want als je het economisch beginsel maakt als prijs, dan ben je kennelijk ook bereid die te betalen. En volgens mij, althans wat mij drijft als mens, en wat mij heeft gedreven in Bosnië en Afghanistan is ook, what the fuck, maar ik doe tenminste wat. Ik blijf niet op mijn stoel zitten en ik zie wat er allemaal gebeurt. En dan kijk ik wel of het helpt. Nou, ik vond zelf wel heel interessant is dat Sophocles, hij framet ook dus duidelijk de leiding. Zeker Odysseus is natuurlijk echt een hufter in dit verhaal. Maar nergens wordt ter discussie gesteld of nou het einddoel, inderdaad, de val van Troje nou misschien verkeerd is. Nee, de rechtvaardigheid van de oorlog staat niet ter discussie in dit verhaal. En dat is ook hoe die uiteindelijk, die zoon van Achilles, om weet te praten. Doe nou maar het oneerbare, zodat we uiteindelijk dat hogere doel, wat we allemaal moeten willen bereiken, en dat we ook willen bereiken, kunnen doen. Doel heiligt de middelen. Dus die oorlog staat helemaal niet ter discussie. En hij zoekt naar een manier om het voor hem te verkopen. En het lukt hem ook. Nou ga ik niet zeggen dat ik dat nou ook zo ervaar. Maar het is wel zo, je zoekt uiteindelijk wel iets voor jezelf. Om te zeggen, kan ik het hier nog mee verenigen? En dan misschien een navolging op, ik doe iets voor mij, een gevoel heel vreemd. Jou, Mart. Makkelijk om te zeggen, de generaal. Voor één keer. Dankjewel. Maar ik heb die discussie ook ik ben een paar keer in Afghanistan geweest. En dan krijg je altijd de vraag, was het nou waard? Was het nou allemaal waard? En dan denk je bij zo, ja, wat waren dan de criteria? Want dat is dan de vraag. Daar moet je het antwoord dan op gaan toetsen. En dan kom je er altijd achter, het zijn je eigen criteria. En voor mij, mijn criteria zijn, toen ik in 2002 voor het eerst in Kabul zat, werd de avondklok voor het eerst in een generatie afgeschaft. Stel je eens voor, we zitten nu in Amsterdam. Stel je nou eens voor dat een generatie lang in Amsterdam mensen een avondklok hadden gekend. Wanneer als het donker is, je niet meer buiten mag zijn. En als je buiten bent, mag je worden gearresteerd of erger. En stel die wordt nu afgeschaft. Nou, die vreugde heb ik mogen meemaken. Voor mij was het dus waard. En toen ik later in Zuid-Afghanistan zat en voor het eerst kinderen in een klein dorp zag, die voor het eerst in hun leven op in een speeltuintje hadden gespeeld, wat een paar soldaten gewoon in elkaar hadden gezet met oude pellets, natuurlijk groene verf, want dat is het enige wat je dan hebt, hè. En dan hadden ze een speeltuintje gemaakt. En die kids hadden voor het eerst in hun leven, hebben ze met een schommel gespeeld, zijn ze van een glijbaantje afgegaan en hebben ze op een wip gezeten. Dan is het voor mij het waard. En hoe het dan in het grote geopolitieke spel zit, nou, die laat ik dan dus ook graag voor de generaals. Die laat ik dan graag voor de politici. Ik probeer op mijn niveau, heb ik geprobeerd inderdaad zingeving te geven. En die heb ik gevonden. Dus voor mij was het waard. En hoe het dan in de geschiedenis over 2500 jaar is, dat ga ik niet meer meemaken. U stak ook uw hand op, geloof ik. Ja. Mevrouw. Ja, gaan die stukken juist ook niet daarover, over dat knakmoment? Ja, want de oorlog is gewoon altijd oneerlijk, vies. Niemand komt, volgens mij, ongeschonden eruit. Gaat het niet om die knakmomenten waarin je het niet meer kan verantwoorden naar jezelf? Hè, als we de personages dan zien. En hoe tragisch dat dan is. En met het laatste stuk moest ik heel erg denken aan, want ik ben ook klinisch psycholoog, behandelaar in hetzelfde traumacentrum als mijn collega. Ik moest heel erg denken aan wat ik de patiënt hoor zeggen van, we laten nooit iemand achter, we horen altijd samen. En toen dacht ik bij het laatste stuk, joh, hoe hebben ze dat kunnen bedenken dat je iemand achterlaat? Maar dat was... Hoe hebben die soldaten kunnen bedenken, oh, dus dat ze iemand achterliet op dat eiland? Ja, want dat doe je toch niet als soldaat? Nee, want dat hoort u ook terug. Ja. Ja. Ja, dat over dat waard zijn. Ik heb het idee dat het bij Sophocles steeds het woord wat steeds naar boven komt is de eer. En als wij misschien denken over wat het waard maakt om een oorlog te voeren, is om mensen een beter bestaan te geven. Maar daar hoor je ze daar helemaal niet over. Eigenlijk wat het waard maakt is dat je gelooft dat je vecht voor de goede partij en voor de goede leider bij Sophocles. En dan is het in beide stukken zo dat die leiders niet ethisch, niet dezelfde erecode hebben als de mannen die voor die leiders vechten. Dat is eigenlijk wat ik bedoelde met die onzin. Het wordt onzin omdat die leiders ethisch falen. Zo bedoelde ik het. Ja, dank u wel voor de toelichting. Ja. Misschien nog even naar, meneer Kok. Is het waard, want er is een avondklok afgeschaft. Er is een, hoe ziet u dat? Ja, is het waard geweest? Net in een stuk ook gaat het over een stukje list en bedrog. En, ik denk dat dat voornamelijk in Bosnië heel erg gebeurd is. En als je me nu op voorhand vraagt, van als ik van tevoren had geweten hoe het daar aan toe ging, ook dan was gegaan, om de dode dood niet. Absoluut niet. Maar uiteindelijk ben je daar en dan moet je wel het beste ervan maken. En dan moet je doen wat je daar ook enigszins wordt opgedragen. Ja. Ondanks dat je weet dat je daar verschrikkelijk in de val bent neergezet en in een situatie waarin je eigenlijk heel weinig kunt doen. En als we me dat van tevoren gezegd hadden, van je gaat er naartoe en je hebt wel een wapen, maar uiteindelijk heb je maar 10 kogels en er staan er op een gegeven moment 30.000 vijanden om je heen. Dus daar moet je het mee doen. Nou, dat was niet één. Was zelfs Ajax denk ik daar niet heen gegaan in die situatie. Dus ik denk dat van alle tijd is. En waarom dit stuk dat ooit geschreven is, ik denk dat dat gewoon in de mens zit. Wat zit in de mens volgens u? Oorlog. Toch een manier van vechten voor iets. En ik bedoel, het is 23 jaar geleden dat ik er op uitzending ben geweest. En de laatste 12, 13 jaar ga ik regelmatig terug naar het gebied waar het ooit gebeurd is. En ook als ik daar mensen spreek nu, is het waard geweest? Nee. Voor die mensen ook niet, maar er is daar niemand beter van geworden. Geen enkele partij. De Bosniërs zijn er niet beter van geworden, alleen maar slechter. De Serven zijn er alleen maar slechter van geworden. Dus is het waard geweest? Nou, ik denk voor niemand. En het was hun oorlog en uiteindelijk is het ook nog eens een keer mijn oorlog weer geworden. Onze oorlog met Nederland erbij. Nou, is dat het waard geweest wat daar... Nee. Want er is nooit iemand beter van geworden. Kijk, uiteindelijk heb ik er spijt van dat ik er geweest ben en heb ik spijt van de dingen die ik daar gedaan heb. Nee, zeker niet. Maar het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik nu ben. En is het lijden, is het pijn voelen, is dat het waard? Nou ja, het zal uiteindelijk ooit een keer ergens een doel voor hebben. Hopen we. Ja, ja, hoopt u. Ja. Mevrouw van Boekhem, u ziet natuurlijk heel veel, hè? Heel erg veel verhalen in uw praktijk. En dan... Ja, letterlijk, ik zie ze ook. Want tegenwoordig ook met de innovatie, zeg maar, steeds meer van de technieken van ook verwerken van oorlogstrauma's. Herinneringen worden letterlijk ook soms getekend, maar ook steeds meer gecomputeriseerd. Dus steeds meer op beeldschermen en dan inderdaad ook de verwerking en de vermijding eigenlijk die het altijd is om er niet over te praten. Ik heb ook opgeschreven, huilen is voor lafaards. Hè. Dat komt ook regelmatig terug. Een stuk, ja. Ja, veteranen, militairen kunnen heel moeilijk vaak emotie ook tonen. Laat staan dat ze huilen. Ook als therapeut kom ik geregeld tegen van... nou, je denkt toch niet dat ik hier nu ga huilen? En dat is, wat ik dan ook vaak zeg en zie is van... nou, volgens mij huil jij niet en verwacht ik dat ook niet... maar ik zie zulke zweetplekken onder je armen ontstaan. Volgens mij huil je onder je oksels. Want de spanning en om zeg maar de vermijding te doorbreken... en er werd net iets gezegd over betekenisgeving... Ik heb ook weinig gehoord, teruggegeven... dat mensen echt betekenis konden geven aan een missie. Maar wel hoor ik ook terug dat ze persoonlijk... vaak gedetailleerd terug kunnen vertellen... wat het voor hunzelf toch van waarde maakte. En ik heb zelf altijd heel veel betrokkenheid... bij de mensen die heel veel moral injury kennen. Dus de mensen die, zeg maar, die echt dingen... hebben moeten doen of juist niet konden doen... vanuit rechtvaardigheid, vanuit zeg maar, het gevoel van... dit kan niet, dit is bizar. Dat vind ik altijd het meest triest. Dat die mensen lijden onder hun moral injury... en moeilijk dat juist betekenis kunnen geven voor hun leven... maar ook het leven met hun naasten. En het gewone leven kunnen leven. Want dat lukt vaak niet meer. Jij knikt begrijpend. Ja, ook je zegt, ja, het zijn geen wonden misschien die je ziet, maar het zijn wel wonden die je hebt ergens. Ja, kijk, er zijn bepaalde situaties waarin je verzeild raakt. En we hebben nu de tijd om daar rustig over te discussiëren. En om tot iets te komen wat waarschijnlijk een goed antwoord is. Op dat moment dat je daar staat, heb je gewoon geen tijd om na te denken. En dan handel je vanuit jezelf. En... als ik een situatie mag aanhalen, wat er bij ons gebeurd is destijds in Bosnië en Srebrenica... toen die Serven de moslimbevolking weghaalden, of in ieder geval de vrouwen en de kinderen... en al die bussen en die vrachtwagens kwamen en die mensen daarin moesten stappen... en de stad moesten verlaten... werden die vrouwen en die kinderen er ook wel met geweld eigenlijk ingetrapt door die Serven. Ze werden daar gedeporteerd. Je staat daartussen als VN-militair en ja, zonder wapen inmiddels, want die was meer afgenomen. Dus dan probeer ik tussen die Bosnisch-Servische militair en die bus in te gaan staan en helpen die vrouwen in de bus te laden. Heb ik op dat moment dan meer geholpen aan deportatie? Ja, eigenlijk wel. Was dat mijn doel op dat moment? Nee, zeker niet. Mijn doel was omdat het slaan en schoppen dan zou stoppen. Daarom ging ik daartussenin staan. Dus het is heel dubbel om daar iets in te gaan doen. En blijft dat altijd bij me? Ja, natuurlijk blijft dat altijd bij me. En zijn er mensen die hadden gezegd van ja, dag, ik had die zelf in elkaar geschopt. Ja, Maar dan moet je het hele verhaal gaan vertellen dat er wel 500 Serven daar omheen liepen. En dat je daar met 2 Nederlandse VN-militairen stonden. En dat het eigenlijk weinig... Dus het is gewoon heel dubbel. Alleen ze het zwart op wit zien op papier. Ja, nou ja, dan heb ik meer geholpen aan. Heb ik de Serven geholpen. Hebben ze gelijk. Alleen was dat absoluut niet mijn insteek destijds. En wou ik alleen maar helpen. En nu kun je erover discussiëren. Maar nou, nu had je het misschien anders gedaan. Maar op dat moment was dat de enige optie om te doen. En ook dat is een stuk oorlog. Het is niet alleen maar het vechten, maar het is ook dit meemaken. En wat je daarin dan op dat moment handelt, dat was op dat moment gewoon het beste wat ik op dat moment kon doen. Nou, begrijp. En daar heb ik heel lang wel de pijn van gevoeld. Alleen nu denk ik van ja jongens, maar ik heb daar het beste gewoon gedaan. 100%. Ongelooflijk dat u dat vertelt, want ik denk dat iedereen het zich voor kan stellen. Je moet op dat moment in... Moeilijk, op dat moment te besluiten, makkelijk achteraf natuurlijk. Ja, het is een dilemma. Ik denk als je het aan iedereen hier vraagt, dat best mensen zullen zeggen, ja, daarachter ga ik had het anders gedaan. Ja, dat geloof ik. Alleen, ik stond op dat moment wel daar en de rest lag aan de Kroatische kust in de zon. Dus ja, dat is het verschil denk ik ook. En wat ik zeg, ik heb daar heel lang wel last van gehad en niet trots op geweest. Alleen, nu dat ik ook regelmatig op zeg terugga naar Bosnië en daar ook nabestaanden en spreek, die zegt van, jongen, jij als soldaat, als militair, jij kon er ook niks aan doen. Dit is politiek geweest, dat hoorde ik net ook al een keer vanuit hoger hand. En jij hebt het in ieder geval niet gedaan. Nou, dat soort opmerkingen, die reizen naar Bosnië voor mij, heeft mij absoluut geholpen om het anders te zien. En nou, toch trots te zijn wat ik gedaan heb daar. En dat ik daar onderdeel van ben. Zeg u, wilde u iets zeggen? Was iets van pand? Nee, pardon. Ja. Nee, we hebben het nog steeds net eventjes gehad over het feit dat het merendeel hier in de zaal beroeps is geweest. Doorheen. Ik ben in begin jaren 80 als dienstplichtmilitair in Libanon geweest. En op de dag 1 dat wij eigenlijk aankwamen, verloor een van mijn maten zijn been. En dan moet je dus nog een half uur door erheen. Waar was u? Ik, Libanon. Libanon? Ja. Daar ben je niet voor opgeleid als één. En omdat je in principe een vredestaak gaat uitoefenen. Maar al dat soort zaken, ja goed... Die blijven uiteindelijk hangen en daar moet je dan mee dealen en nou, zo doen eigenlijk. En dan blijft dat nog hangen? U zegt het, nou ja, goed, het blijft hangen. Ik schrijf dat soort dingen tegenwoordig heel netjes van me af. En wat hier ook aan tafel wordt gezegd over Bosnië, ik vind dat... heel herkenbaar, dat is één. Want eigenlijk kun je het zo zien dat in alle missies zitten gewoon hele duidelijke lijnen. In iedere missie zitten hele herkenbare dingen. En of dat nou Afghanistan of Joegoslavië of Libanon is, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar we maken allemaal ongeveer hetzelfde mee. En dat is denk ik ook de reden dat we elkaar ook met wat... kleine woorden gewoon kunnen begrijpen. En misschien is dat wel de intentie. En Boudewijn Kok zei net, die schreeuw van Philoctetes... en overigens in werkelijkheid duurt die schreeuw... duurt dat schreeuwen, we hebben het hier ingekort... maar in de echte scène duurt het gewoon een ruim kwartier. Ja, Sophocles laat hem aan een ruim kwartier schreeuwen. We hebben het wat korter gedaan. Hij zei, ja, die hoor ik in mijn hoofd. Nou goed, die schreeuw die herken ik. Want wat ik straks al zei, op dag 1 van mijn uitzending... kwam een collega van mij onder een auto en die verloor inderdaad zijn been. En ik weet hoe die schreeuw klinkt. En dat duurt echt heel lang. En een kwartier is ook heel lang. Ja, dus het wat u net eigenlijk... zag, zeg maar, wat u het hoorde, dat was... Dat is bekend. Heel herkenbaar, ja, heel herkenbaar. Absoluut. En best een beetje kippenvelachtig. Ah ja? Jazeker. En, zeg maar die, wat de generaal net zei, hè, die zei, Mart de Kruif net zei. Mm-hmm. Want die oorlog, dat is iets wat je eigenlijk niet goed kan overdragen, want het raakt al je zintuigen. Ja, dus het is bijna niet te vertellen wat een ander en wat dat is. En toen zag ik de andere twee soldaten die dat kennen. Militairen, want dat is absoluut waar. Ja, 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 ja. De Grieken zijn misschien soldaten. Ja. Ja. Nee, soldaten zijn rang, een militair is een mens. Oké, nou dat wist ik niet. Maar die knikte natuurlijk meteen. Hè? Mm-hmm. En is dat wat je uit zo'n toneelstuk wel haalt, zeg maar, die hele aanslag op je zintuigen, of nog lang niet? Je merkt sowieso dat het is sowieso trouwens goed gespeeld door de acteurs, dus applaus, absoluut. Dat is één. Buiten dat, op het moment dat je een dergelijke situatie echt meemaakt, is het niet te spelen. Want dan is het namelijk echt. En tussen spelen en echt zit ook nog een nuance. Zeker. En dat zei ik al, de acteurs hebben het heel mooi uitgebeeld. Maar als je iets daadwerkelijk meemaakt, dat kunnen allerlei gruwelijke beelden zijn, dan is het A, dus echt echt. En B, wil je dat helemaal niet meemaken. Nee, dat geloof ik meteen. Ja. Als ik daar even op mag inhaken. Graag. Ik vertel ook wel eens mijn verhaal op scholen. En bij andere verenigingen die daar belangstelling bij hebben. Weet je wat de inhoud is van de vrede en veiligheid. En zoals net, de acteurs waren klaar en die kregen een applaus. En dan denk ik van ja, terecht. Waarom? Maar zij spelen iets. Zij hebben die tekst waarschijnlijk moeten leren. En die moeten dat gaan brengen. En wanneer ik voor de klas ga, of voor mensen mijn verhaal vertel, dan zeg ik altijd van tevoren, maar ik wil ook geen applaus, want ik ben namelijk geen acteur. Ik heb hetgeen wat ik je vertel, wat ik je uitleg, heb ik niet hoeven leren. Het is namelijk gewoon mijn gevoel, het is mijn leven en daar hoef ik gewoon geen applaus voor. En dat is ook denk ik een beetje wat jij bedoelt, je maakt het dan mee, hoe dat dan zit. Maar dat is misschien ook een klein tipje voor straks, geen applaus. Ja. Vandaar ook dat u zei? Vandaar ook dat ik zei echt, echt. Want tussen echt, tussen aanhalingstekens gemaakt en echt meemaken zit echt een nuance. Mostafa? Eigenlijk hierop aanhaken, maar ook op jouw vraag. Waarom zou Sophocles dit nou hebben geschreven? Ik geloof het absoluut dat het een waarschuwing is richting de politiek of de hogere leiding. Maar ergens bekruipt me ook het gevoel dat het misschien zijn eigen verwerkingsmethode was. Want als je kijkt wat hij uiteindelijk schrijft... ik ben een Amsterdammer, dus ik lul makkelijk. Maar ik lul niet graag over mijn uitzending. Wat, sorry? Maar ik praat niet graag over mijn uitzending. Terwijl ik over bijna alles wel makkelijk praat. Ik praat er niet makkelijk over. Niet in de detail, zoals bijvoorbeeld Sophocles nu schrijft. Heb ik wel, het staat allemaal in mijn dagboeken. Dus ik heb het van me afgeschreven. Mm-hmm. En als ik dan dat verhaal hoor wat ik net heb gezien... en dan denk ik bij mezelf, ja, ik herken hier dingen. Ik herken de vrouw van die collega. Die zit met een fan thuis. Die gewoon gekke dingen doet. Maar ze moet stil zijn. Want je gaat toch niet als partner vertellen... mijn man is gekke dingen aan het roepen of doen? Ik herken de collega's. Die heus wel zien dat er iets met hun collega aan de hand is. Maar die allemaal zoiets hebben... moeten we hier nou echt aan... Want joh, hij is de sterkste in de groep. Als hij al niet in orde is, hoe moet het dan met mij zijn? Hè? De tent vol met bloed. Ja, ik denk niet aan schapen. Ik denk dan aan iemand die we tegenkomen waar een mortier of een granaat op is terechtgekomen. Dus je herkent die beelden. En is Sophocles dan zo'n briljante schrijver dat hij dat dan allemaal eventjes uit zijn mouw heeft geschud? Ik denk het dus niet. De man heeft zelf oorlog meegemaakt. Ik denk dat hij ergens zijn eigen ervaringen... die over het algemeen, als ze niet goed verwerkt zijn... inderdaad haarscherp zijn... en juist niet vervagen... van zich af heeft geschreven. En dat maakt misschien dat het verhaal dus ook zo... herkenbaar is voor militairen... ongeacht het tijdsframe. Je herkent die dingen die je zelf hebt gezien. Je herkent de dingen die je zelf hebt meegemaakt... die je om je heen hebt gezien, die je hebt gehoord. En dat maakt het, denk ik, zo sterk. Want Nogmaals, werd me gevraagd, schrijf eens even op dingen die je herkent. En ik schrijf klein. Mogen we nog een paar horen, dan, die je herkende? Nou, nog een paar woorden? Ja, want je zegt, ik praat er heel moeilijk over. Maar welke herkende je dan meteen? Nou, ik heb al een paar, genoemd. Maar bijvoorbeeld de vrouw die zegt, nu jullie pijn de mijne is, zal ik het delen. Ja. Pas wanneer je het gevoel hebt dat de ander jouw pijn begrijpt. En dat is dus meestal omdat de ander die pijn zelf heeft ervaren. Dan ga je er pas over praten. Dus als hij zijn verhaal, het verhaal wat je net vertelt. Ik ben er niet geweest in Srebrenica. Maar dat raakt me. Daarvan denk ik van, nou, ik zou misschien ook wel wat daarover kunnen delen. Terwijl, met alle respect voor iedereen die in de zaal zit, ik zal niet snel over bepaalde dingen met anderen praten. Want dan denk ik bij hem zo, je hebt geen idee. Dus dat vond ik bijvoorbeeld een hele treffende. He, maar ook de opmerking... En dat is heel erg, dat de ander geen idee heeft. Dus je hebt iets meegemaakt wat je niet kan overdragen. Of is dat... Of probeer te begrijpen wat je zegt en wat het erger daarvan is. Wat je het liefst zou willen, is dat je net als in de moderne technologie... iemand zo'n virtual reality bril op kunt zetten. Ja. En dan ook gelijk neusplugs. De geur. Ja, oorplugs, zodat je het geluid hoort. Iets aan al je vingers, zodat je het allemaal voelt. Zodat je dan, ik noem het maar even, het zand voelt. De smerige geuren ruikt. De gekke geluiden die van alle kanten komen, hoort. De 1001 impulsen die in je ogen komen. Moet je eigenlijk ook iets van schoksimulatie hebben voor onder je voeten. En de tijd zou je moeten kunnen simuleren, die soms versnelt, soms vertraagt. Dat zegt Ajax ook, hè? De tijd die versnelt en vertraagt. Maar dat kan je dus... Ja, hey, Sophocles, de man lezen we nog steeds na 2,5 jaar. Het lijkt me duidelijk dat hij beter kan schrijven dan ik. Ja, dat is bijna niet te doen. Dat is echt bijna niet te doen. Overigens is dat delen, dat doe je vooral met je collega's, hè? Kameraadschap is wel een heel mooi woord. Want dat is natuurlijk wel wat heel erg helpt. En als ik naar mezelf kijk, ik herken ook niet dat emotie niet zou mogen of zo, hoor. Ik heb feilloos ervarend een uitzending, dat is wel heel raar, zoals die emotie juist niet zou hebben. En ik heb nog dat op de meest vreemde momenten. Dat kan zijn muziek, dat kan zijn iets heel anders, dat kan zijn een stuk boek, dan word ik heel emotioneel. En ik vind het prima, laat me lekker komen, schaam ik me niet voor. Ik vind het als mens eigenlijk daar rijper en beter voor ben geworden. En ook wat niet afstandiger, maar wat relativerender. Je moet je voorstellen dat je landt op Eindhoven en het eerste wat je leest en hoort is crisis. Ik denk, what the fuck, waar hebben we het hier over in Nederland? Waar hebben we het over? En na 3 maanden doen we net zwart mee, dus dan is je adaptatietijd is weer over. Maar het is wel heel goed om te beseffen waar het in het leven soms echt om gaat. En dat wij in een ongelooflijk mooie maatschappij leven, die ook heel veel waard is. En ik zag dat ook toen met de MH17. Toen moesten we... naar de Oekraïne en een plan maken of met 1500 man daarheen kon en de boel opruimen. Maar enorm indruk was dat je bij alle militairen die er toen sprak is, we gaan. Wat er ook gebeurt, wat de risico's zijn, wij gaan gewoon. En dan denk ik, joh, weet je wel wat je zegt? Weet je wel wat je zegt? Daar worden we heel stil van, de mensen. Gelukkig is het nooit zo, hoeft het niet, maar... Er zit ook wel een enorme kracht in mensen. En als ik iets heb geleerd met uitzenden, denk ik, is dat we veel meer moeten geloven in de kracht van mensen en de mogelijkheden van mensen dan in wat mensen niet kunnen op grond van gender of beperkingen of andere dingen. Je moet echt geloven in de kracht van mensen. U wil iets zeggen, Rob? Ja, nou, over de emoties. Wij hebben een... U bent er geweest, generaal, 2 keer per maand een veteranencafé hier in Amsterdam. En al 15 jaar, of langer. Maar pas een maand geleden, toen waren er eigenlijk geen buitenstaanders en familieleden. Dat komt bijna nooit voor, maar alleen maar veteranen. Wat wij noemen oude veteranen, zoals ik, Nieuw-Guinea, Indië. Maar ook de jongeren, ook een deel hier zit. Voor het eerst viel toen ineens een stilte en begon iedereen in het kort zijn verhaal te vertellen. En binnen 1/2 uur stond iedereen te janken. Ik moet er toch iets aan denken. U moet het maar, dus emoties komen wel. Maar als je maar onder elkaar bent. Ja. Dat is het hele punt. Dat kan je thuis niet vertellen. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie het aan u. Maar ik vind daarentegen juist wel belangrijk. Kijk, ik gun niemand hetgeen wat ik daar gezien heb om dat te voelen of mee te maken met een bril of... dat nooit. Dat, wat ik heb, als één persoon heb gezien is dat erg genoeg. Maar daarentegen vind ik het wel belangrijk om erover te vertellen. En ook om mede te delen dat de vrede, veiligheid en in dit land... dat het niet vanzelfsprekend is. En dat er landen zijn waar het anders is. En als ik dat ook vlak voor 4 mei op scholen vertel, het verhaal... en al is er maar 1 kind van een jaar of 12, 13, 14... die dan ineens wel stil is op 4 mei bij die 2 minuten... dan heb ik het al goed gedaan, denk ik. Dan heb ik iemand bewust gemaakt dat we het hier ontzettend goed hebben. En dat er gewoon landen zijn waar oorlog is. Ik zie nu al jaren die beelden vanuit Syrië. Oh, daar heb ik wel moeite mee. Maar als ik dan toch iemand daarin kan bewegen om daarover na te denken... dat we het heel goed hebben hier. En dat we niet moeten zeuren over een crisis. Of dat de drop-off is bij het tankstation of weet ik veel... Dan doen we het goed. Dat is voor mij de reden om het verhaal door te vertellen. Ja. En niet dat het alleen maar stoer is om met een wapen te lopen en een helm op en Born to Kill erop te schrijven en iedereen maar neerschieten die je tegenkomt. Nee, oorlog zijn hele andere dingen. En ik vind dat wel belangrijk om dat door te geven. En ik kan het en ik vind het ook prima en ik heb er heel veel respect voor mensen die dat alleen maar kunnen als ze onder elkaar zijn. Is ook goed. Maar toch moet de rest van... de wereld vind ik eigenlijk ook weten hoe het daadwerkelijk wel in elkaar steekt. Nou, helemaal mee eens. En ik kan alleen maar zeggen, ik vind het bewonderingswaardig als je het kunt. Ik heb alleen bij mezelf gemerkt, ondanks het feit dat ik een makkelijke prater ben... als ik praat over mijn uitzendingen, praat ik over het algemeen vanuit... ik zou bijna zeggen, de rol van een observant. Ik vertel over mijn uitzending, maar het is niet alsof ik vertel... wat ik met mijn uitzending heb meegemaakt, ervaren... Dus het is bijna alsof ik naar een verhaal kijk. En dat verhaal is mijn eigen verhaal. Maar het is dus altijd wat vlakker, wat minder intens, wat minder inhoudelijk. En ja, ik zeg niet dat dat goed of fout is, maar dat is mijn manier om ermee te dealen. En ik ben heel blij dat jij op jouw manier hebt gevonden om daarover te spreken. Want uiteindelijk moet je het op je eigen manier doen. En is het ook heel goed dat die verhalen gedeeld worden. Absoluut. Maar ik denk ook dat we echt vooruit zijn gegaan. Want ik hoor dus inderdaad van een collega in Libanon... en collega's van nog eerder... ja, daar zit nog wel een verschil tussen hoe we toen omgingen met zaken en nu. Want ik kan me nog wat oude collega's daarin die zeiden dat ze nog van de categorie waren van... inderdaad, je komt terug en je moet gewoon je kanus houden en verder gaan. Ja, dan ben ik blij dat ik toch een andere tijd meemaak... waarin je, als je terugkomt van een missie... in de missie heb je al gesprekken gehad. Individueel, maar ook als groep. Waar je dus inderdaad dat delen heel makkelijk gaat. Want je hebt dezelfde periode meegemaakt. Je hebt dezelfde bijzonderheden meegemaakt. En je komt terug, maar je komt niet gelijk terug. Je wordt ergens eerst in een, dat noemen ze een adaptatielocatie. Een plek bij elkaar gehouden waar je je toch een beetje kunt luchten. Waarin je een beetje uit die stresssituatie zit, maar nog wel bij elkaar. En dan zie je dat er heel veel emoties uitkomen die gewoon lang opgekropt waren. En dan ben je terug in Nederland, krijg je weer groepsgesprekken. En soms denk je bij jezelf, oh god, houdt het nou nooit op. Maar het is wel goed, want het dwingt je elke keer om er weer even bij stil te staan. En elke keer dat dat gebeurde, dacht ik wel eens bij mezelf van... Nou, ik ben dus in Oekraïne geweest met de MH17. En dan denk je van, jongens, wat was het nou? 12 dagen in totaal? En toch hebben we die groepsgesprekken gehad. En dan denk je, nou, voor die 12 dagen was het nou echt nodig? Ja, uiteindelijk wel. Want dan zie je een collega die zegt, ik loop op die vliegsite en die fan die zakt in elkaar en die wordt door zijn collega's weggesleept. En wat blijkt nou, die ziet een beer. Die ziet gewoon een teddybeer. Dus dezelfde teddybeer die hij aan zijn dochter had gegeven 2 weken daarvoor. Dus die vent, voor zijn gevoel, lag zijn dochter daar. En dan zie je dus wederom die kameraadschap. Er wordt niet geoordeeld, er wordt niet gediscussieerd. De vent wordt gewoon ondersteund. Weg ermee. En we hebben het dan later wel weer over, als je er klaar voor bent. Nou, en ik denk dat dat echt een vooruitgang is. We zijn al ver over de tijd. We zouden 2 uur. Maar ik had beloofd eigenlijk dat het 2 uur zou duren. We zijn al ruim langer dan dat bezig. Ik wil jullie hartelijk danken voor het delen van jullie verhalen en gevoelens bij de uitvoering die we net gedaan hebben. Ik wil de acteurstuk hartelijk danken. Ik wil nog even kijken of Brian, do you have anything to... this is the 463rd or something. Is there anything you... First of all, you're hired, Yuri, and you'll be facilitating the next 400 of them. That was excellent. I'm going to retire. I just wanted to say two things. One is that we have a writer who was a combat veteran in the United States named Phil Kly, who won the National Book Award for a book called Redeployment. And he wrote an op-ed in our New York Times called A Failure of Imagination. And he said in the op-ed, in the editorial, it's a failure of imagination for those who've been to war to think that no one can understand their emotions, not necessarily the experience that they had, but the emotion, the isolation, the feelings I come back with. It's an even greater failure on the part of civilians to say, how could I possibly understand? And I think the most important word is imagination of that, that we are using our imagination in this space. We may not understand, but even the act of using our imagination brings us closer. So that, I think, was what Sophocles was doing. After an early performance of Theatre of War, a general stood up, a female general, and took on the first question, why do you think Sophocles wrote this play? And the female general said, I think Sophocles might have written this play, and she was standing in front of a bunch of other generals who had many more stars on their shoulders than she. I think Sophocles might have written this play because he was in the minority as a leader with regard to the compassion he felt for the individuals in his community who were struggling with the issues he portrayed in his plays. I think Sophocles wrote the play, this general said, to comfort the afflicted and to afflict the comfortable. And that's, I think, what happens every time we do this, and it's felt that way in the room, although, you know, I caught only words here and there. But I think we're comforted by what brings us together across very different human experiences and backgrounds. And we're comforted that we can have a conversation after an ancient story that brings us together. And we're afflicted by the reality that there's so much more work to be done to address individuals who might be sitting to our left and our right any day of the week with the sounds of Ajax or Tecmessa in their head or Philoctetes, though we can't hear them. And that sense of both comfort and affliction is something we hope to leave you with, and I just wanted to share that. It's something, it's a sort of a benediction that we offer audiences at the end of our performances as we travel the world. Thank you so much. Thank you, Brian. Thank you, actors. Thank you. Hartelijk dank voor hier komen. Hartelijk dank aan het publiek natuurlijk. En de derde helft is aan de bar. Misschien nog wat napraten. Hartelijk dank allemaal.